We zitten een paar dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoog tijd voor de politieke partijen om met elkaar in debat te gaan over allerlei kwesties die leven hier in de gemeente Papendrecht. Weet u al op wie u gaat stemmen de 21ste of heeft u nog geen flauw idee? We gaan u vandaag helpen, zodat u woensdag een weloverwogen stem kunt uitbrengen. Welkom bij Papendrecht kiest. Ja, en alle 9 partijen die volgende week woensdag aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen, die zijn hier vanavond aanwezig. En geef ze alvast een applaus, want zij moeten vanavond de strijd met elkaar aangaan. Welkom hier in de raadzaal, voor jullie natuurlijk bekend terrein. Hier gaan we straks het debat voeren. Een debat wat overal wordt uitgezonden. Het wordt gestreamd op allerlei sites van de gemeente Papendrecht, op Facebook, ook van RTV Papendrecht. En het wordt nu ook live op de radio uitgezonden bij Papendrecht FM. Dus ja, je kan er niet aan ontkomen. Iedereen kijkt en luistert vandaag naar dit verkiezingsdebat, want dat is ook allemaal heel erg belangrijk. Want waar gaan we op stemmen volgende week woensdag? We gaan debatteren en we hebben dat als volgt bedacht. We hebben 6 thema's hebben we bedacht, van onderwijs tot zorg en van milieu tot economie. Per thema doen er 3 partijen aan elk debat mee en zo'n debat duurt ongeveer een kwartier. De overige partijen die dan daar zitten, die hebben natuurlijk ook een mening over dat thema. Die mening hebben ze gevraagd en dat komt na elk debat even kort in een filmpje. Laten we dat uiteraard ook even zien. Dus uiteindelijk komt elke partij ongeveer evenveel aan bod. Ik wil u vragen, als we aan het debat doen, om niet door elkaar heen te praten. En om een beetje, als het kan, helemaal bij de stelling te blijven. En doet u dat niet, dan moet ik echt ingrijpen als een hele strenge schoolmeester. Maar meestal valt het wel mee. We gaan beginnen met de eerste stelling van vanavond. En die gaat over het openbare groen en over de ruimte, de openbare ruimte. De afgelopen periode is er veel bezuinigd op het groen onderhoud. En dus komen er klachten over stoeptegels die scheef liggen. Over bermen en parken die er misschien niet meer zo florisant bij liggen zoals ze vroeger er wel bij lagen. Moeten de bezuinigingen worden teruggedraaid zodat het beter onderhoud gepleegd kan worden? De stelling die we gaan behandelen, die luidt dan ook als volgt. Er moet meer geld naar het beheer van het openbaar groen. En we gaan daar met de eerste 3, in dit geval heren, over praten. Aan dit debat doen mee Arno Jansen van het Papendrechts Algemeen Belang. Welkom. Ja. Marco de Haas van VVD en voor de ChristenUnie Pieter Jan den Dekker. Heren, welkom. Om maar even te beginnen met het Papendrechts Algemeen Belang. Eerst even een kort rondje. Er moet meer geld naar het beheer openbaar groen. Eens of oneens? Hartstikke eens. Ja, en waarom? Wij pleiten hier al 3 jaar voor. Wij zien en horen van inwoners dat het onderhoud is verslechterd. In ieder geval dat het echt veel beter kan. Ja, het is natuurlijk hartstikke zonde als je dan 2 ton bezuinigt en je krijgt ook nog de klachten en de bezwaren van de inwoners. Ja, daar moet je wat mee doen. We doen het al 3 jaar. We proberen er al 3 jaar aandacht voor te vragen. En we vinden dat die bezuiniging echt ongedaan moet worden gemaakt. VVD, denkt u daar hetzelfde over? Nee, in dit geval niet. Nee, oneens. Wij vinden dat het bedrag wat er nu voor de groenvoorziening staat prima is. Alleen, er zijn inderdaad scheve tegels, zoals ik net zei, en dingen die bijgewerkt moeten worden. Die kunnen mensen heel makkelijk gewoon bij de gemeente terecht om aan te geven waar dat is. En dan wordt het gewoon hersteld. Pieter Jan den Dekker, ChristenUnie. Wij zijn voor meer geld naar groen. Maar we moeten wel goed kijken hoe we dat besteden. Niet alleen beheer, maar ook misschien nieuw groen aanleggen om het wat diverser te maken. We hebben het ook gevraagd aan de mensen op straat. Die hebben daar natuurlijk ook een mening over. De afgelopen dagen is er een team van TV Papendrecht de straat opgegaan en heeft over al deze thema's die we vanavond gaan spreken de mensen ondervraagd. Laten we eerst maar eens even kijken naar het filmpje over die groenvoorziening. Nou, ik ben heel tevreden over het plantsoen in Papendrecht en het groen. Het is ieder jaar weer een feest. Jammer dat vorig jaar die bloemen aan de palen niet doorging. Wegens bezuinigingen. Ja, vind ik wel erg goed. Ja, waarom? Krijgt wel heel veel belang aan de natuurlijke uitstraling. Ja. Dat denk ik wel, ja. Het ziet er niet altijd goed uit, nee. Dus dat klopt wel. Zeker weten, want het is dan ons bestaans- en onze vertier in rondom waar gespeeld moet worden en gewandeld kan worden. Sommige straten is het wel eens tijd dat ze er wat aan doen.
Dat vind ik zeer zeker. En waarom is dat? Nou, omdat ik het gewoon dikwijls verwaarloosd vind. Gaat hier maar eens bij die flat, bij de winkel kijken. Dat daar gewoon niks aan gebeurt, dat is toch verschrikkelijk? Nou, dat is inderdaad wel zo, want alle stoepen leggen ongelijk. En nou ja, al die kauwgom mag wel eens van mij van de straat af. En alle rotzooi uit de plantsoenen, van papiertjes, zakken. Dat vind ik wel, ja. Ja, nou, ja, omdat het altijd vervuild is en niet bijgehouden wordt. De gemeentes die hebben overal maar lak aan. Die proberen allemaal te plukken van de mensen. Maar om dan eens te zorgen dat de straat en de plantsoenen voor de mensen, parken die daar doorheen lopen, een beetje netjes is, dat is er niet. Ja, nou, de meningen zijn verdeeld. Meneer De Haas, VVD, als u dit zo hoort, u wil er niet op bezuinigen, maar heel veel mensen storen zich er toch wel aan, hè? Nou, bedoelt u niet bezuinigen? Want ik heb juist gezegd dat het goed is zoals wij het vinden. Dus zoals je laatste meneer zei, van blijven plukken en er niks aan gebeuren. Als je dus voor gaat om juist weer een soort van A-niveau te krijgen op alle plekken, zoals het bij je voor staat, dan moet je dus heel veel mensen extra gaan betalen om dat mogelijk te maken. En dat geld heeft u daar niet voor over? Nou, als je dat doet, dan ga je met dat geld, wat je daarvoor gebruikt, dus alles de rest op slot zetten. Al mogelijke beleidsvrijheid die je hebt, die ga je besteden aan het groen. En dan kan je dus verder niks meer doen, tenzij je enorme belastingverhoging gaat doen. Dus dan maar scheve tegels en verwaarloosde plantsoentjes? Nee, zoals ik net al zei, die tegels en die plantsoentjes worden gewoon hersteld, zodat aangegeven wordt dat er wat fout is. Ja, en daar is dan wel voldoende geld voor? Vind ik wel, ja. Nou, meneer Jans, u hoort het. Geen enkel probleem. Ja, ik hoor iets anders bij de inwoners. Ik hoor toch echt wel heel duidelijk dat men zegt, nou, sommigen die zelf zeggen dat het best wel goed is, weten toch nog weer een probleem te vertellen. Dus met andere woorden, wij luisteren. We hebben maar twee belangen als Wapen is algemeen belang. Belang van de inwoners, belang van de ondernemers. Het belang van de inwoner zegt hier, we moeten dat beter en meer doen dan nu. We moeten dat onderhoud echt een stukje beter doen dan nu. ChristenUnie? Ja, dat zijn wij het deels mee eens. We moeten goed kijken waar we onderhoud moeten doen en wat voor soort onderhoud. Wat ik in het begin al zei, zeker. We moeten kijken naar beplanting die helemaal niet mooi is of kaal is. Iedereen weet, we hebben bij de landheerlijkheid een bijenstal. Het is van groot belang om ook echt diversiteit in je beplanting te krijgen. Dus veel meer bloemen, zodat ook bijen en insecten daarvan profiteren. Dat is een groot probleem aan het worden in Nederland. Dus ook als Papendrecht kun je daar aan mee helpen. Een deel van dat geld moet niet alleen naar beheer gaan, maar ook naar investeringen om het groen echt beter te maken. Ja. Meneer Jansen, waar zitten de grootste knelpunten volgens u? Nou ja, dat hoor je een klein beetje. Natuurlijk, op het moment dat je het hebt over groen onderhoud, praten mensen ook meteen over tegels die verkeerd liggen. Dus het zit hem in de totaal in de ruimtelijk beleid. Maar het zit hem vooral ook in het feit dat mensen zien en horen, vooral zien eigenlijk, dat bijvoorbeeld een plantsoen ineens wordt weggekneusd. Nu is dat onlangs wel weer aangepast, maar dat zijn van die kleine dingen. Over dat ecologisch beheer wat ik hoor, mooiere, diversere plantjes. Dat lijkt wel de afgelopen jaren gebruikt te zijn als een excuus om die bezuinigingen juist door te voeren. Want we zien ook heel duidelijk dat welke pogingen we ook doen, het blijft niet op orde wat de burger betreft. En we zien juist dat die bezuinigingen funest uitpakken op dit moment. Op allerlei fronten. Ja. VVD, reageer daar eens op. Nou, ik ga een beetje terug naar wat die mensen net zeiden. Je hoort de eerste mensen die je terug hoort, die zeggen, ja, het vind ik eigenlijk wel prima, vind het wel mooi. Ja, natuurlijk is daar wat te verbeteren. En dat is dezelfde stelling als die ik net had. Van, ja, er zijn dingen te verbeteren, dat moet je vooral doen. Alleen dat kan heel makkelijk binnen het huidige budget. En ja, natuurlijk veranderen we in het ecologisch beheer wel dingetjes. Er komen plantjes bij, daar gaat wat af. Maar voor mij blijft dat nog steeds in die hele stroom zitten met dingen die we met het geld kunnen doen, wat we er nu voor neerleggen. Ja, dus u kunt ook... Kijk, wel geapplaudisseerd. Dus u kunt ook wel garanderen dan dat deze problematiek, hè, voor zover u hem ziet of anderen zien, dat dan ook met het huidige budget een volgend college kan aanpakken. En dat als we hier over 4 jaar staan, dat dan al die problemen zijn opgelost? Ja, als het problemen zijn, wel. De heel veel dingen zijn ook hebben met smaak te maken. Wat de een mooi vindt, vindt de ander niet mooi. Kijk, de een vindt een wildgroei van gras vindt mooi en de ander zegt het is onogelijk, want het gras staat veel te hoog. Je kan nooit iedereen naar de zin maken, maar het is wel zo als dingen onveilig zijn, zoals als planten voor bij kruispunten voor bijvoorbeeld zicht groeien, ja. Dan moet je daar gewoon wat aan doen. Maar ja, zo maken en dat iedereen naar de zin is, dat is onmogelijk. En dat moet je zeker niet doen door alles maar laag te houden en met een gouden randje aan te kleden. En Jansen? Ja, ik kan er weinig aan toevoegen. Ik heb een beetje het idee dat de VVD eigenlijk niet echt in de maatschappij staat. Want wij horen echt van bijna alle inwoners die wij kennen, en dat zijn er nogal wat, dat ze echt vinden dat het grondonderhoud een stukje beter moet. Ook heel belangrijk, u vroeg nu naar een voorbeeld. Het Vondelpark, jarenlang konden mensen daar of op het veel te hoge gras of de graspollen opzij schoppend konden ze daar voetballen. Het is gewoon een mooi openbaar terrein, daar wordt graag gevoetbald. Dat vonden wij echt te gek voor woorden.
Het feit ook dat je dan maait en dat al het maaisel op de straten terechtkomt. Ook onveilig. He, maar ook veel meer groen op straat dan soms in het plantsoen. Dat zijn allemaal van die kleine voorbeelden. Er zijn heel veel voorbeelden die wij telkens aangedragen hebben gekregen. En de afgelopen 3 jaar hebben we hier echt voor gevraagd, om aandacht voor gevraagd, om die bezuiniging van 10% op het budget, om die ongedaan te krijgen. Maar toch proef ik een beetje, en misschien kunt u ChristenUnie daar iets over zeggen, dat er wel grotere problemen zijn hier in de gemeente. Ja, ik denk als we kijken naar echt het totale groen, zien we heel veel gras. Ik ben hierheen gelopen, ook door het Vondelpark. Ja. Met gevaar voor eigen schoenen, zou ik bijna zeggen. Waarom is dat? Wat zegt u? Waarom is dat? Nou, omdat er ligt wat schelpenzand en het is gewoon een modderpoel, laat ik het zo zeggen, ja, met dit weer. Rest en dat is het al heel snel. Maar het probleem wat we ook zien is dat we heel saai groen hebben vaak. Het is vaak alleen maar groen. Ja. En als het dan groen is, zitten er kale plekken tussen. Dus het kan echt wel beter. De vraag is even of je dat met meer onderhoud beter krijgt of dat je ook nog een investering moet doen. We moeten zorgen dat we daar dat upgraden, zeg maar, dat we verschillende soorten groen hebben. De ene wil graag een strak perkje, maar we moeten ook kijken naar bermen. De ecologisch onderhoud is gewoon van groot belang ook. En daar kunnen we met het groen in Papendrecht juist aan bijdragen. Ja. Meneer De Haas, bent u ook door het Vondelpark gekomen? Ja, ik moet even toegeven. Dat schone schoenen trouwens. Ja, maar ik vandaag niet door het Vondelpark. Okay. Nee. Maar als je er komt, dan wil het wel eens zijn in bepaalde jaargetijden dat het meer een waterpoloveld is dan een voetbalveld. Ja. Klopt. Ja, en dat moet dan wel aangepakt worden? Ja, dat heeft met drainage te maken, het heeft niet met het onderhoud van groen te maken. Nee, maar dat is toch ook onderdeel van de openbare ruimte? Dat moet toch ook gewoon aangepakt worden dan? Ja, maar dat ontken ik niet, dat dingen aangepast moeten worden. Ja. Ik zeg alleen maar dat het bedrag wat nu jaarlijks voor elk jaar voor groen weggelegd moet worden, niet meer teruggebracht moet worden naar het oude niveau. Oké. Het lijkt mij helemaal helder wat dit debat betreft. Maar we zien u straks uiteraard terug nog bij een volgend thema. Maar voordat we naar het volgende thema gaan, hebben we natuurlijk ook aan de overige lijsttrekkers die daar heel braaf zitten te kijken en denken, wij moeten straks ook nog. Hebben we uiteraard ook gevraagd wat zij vinden van de groenvoorziening hier in Papendrecht. Goedenavond, mijn naam is Egbert Lichtenberg en ik mag de lijst aanvoeren van het CDA Papendrecht. Wij vinden dat de kwaliteit van de openbare ruimte en de groenvoorziening beter kan en beter moet. We willen daar meer geld naartoe sturen, maar ook meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in laten werken. Dan creëren we win-win situaties. En tenslotte willen we meer afvalbakken plaatsen voor afval en voor hondenpoep. Hallo, ik ben Treintje van S van D66. Wat betreft groen zal u net als wij gemerkt hebben de afgelopen jaren dat het onkruid soms een meter boven de stoeptegels uitgroeide. Dat kwam niet door de bezuinigingen, ook al lijkt dat zo. We hebben de laatste jaren geprobeerd hoe we bijvriendelijk onkruid kunnen bestrijden. Nu weten we wat werkt en vanaf dit voorjaar zult u het zien. We zijn wel voor meer geld naar groen, maar dan vooral voor in de wijken, niet de hoofdwegen. Hallo, mijn naam is Bert Grimius. Ik ben lijsttrekker van GroenLinks. Thema openbare ruimte en groen. Wij vinden dat het beter moet en dat het ook beter kan. We hebben nu A en B kwaliteit, daar willen wij vanaf. Wij willen alleen naar A-kwaliteit, dat betekent in heel de gemeente dezelfde voorwaarden, dezelfde condities. En het moet ook kunnen. We hebben ambtenaren die zeer deskundig zijn en met de huidige condities, met betrekking tot gifvrij werken, de moties die GroenLinks heeft ingediend, die nu uitgevoerd gaan worden, hebben wij absoluut het idee dat het hier beter kan en het moet ook beter. Ik ben Ruud Lammers van Onafhankelijk Papendrecht. Wij vinden vergroenen van Papendrecht belangrijk. Dat is een van onze belangrijkste thema's. Ook het beheer van de openbare ruimte vinden wij een belangrijk item. We willen de bezuinigingen die daarop zijn gedaan terugdringen. Ik ben Arjan Koster, lijsttrekker SGP Papendrecht. Groen moet je doen. En dat geldt wel zeker voor het thema duurzaamheid, duurzame energie. We willen geen windmolens in Papendrecht. Wel willen we andere vormen van duurzame energie stimuleren. Iedereen moet meedoen. Inwoners, bedrijven en natuurlijk de gemeente. Juist de gemeente moet het goede voorbeeld geven met haar voertuigen en gebouwen. Groen moet je doen. Mijn naam is Deria Hildes Carso. Ik ben lijsttrekker voor Partij van de Arbeid in Papendrecht. En de stelling of er meer geld moet naar het onderhoud van groen, daar zijn wij het mee oneens. Er moet wel meer geld komen voor groen in de wijken en in de leefbaarheid in de wijken. En maar ook dat de inwoners zelf gaan over de besteding van deze middelen. Want willen we bijvoorbeeld meer groene wandelpaden? Willen we meer activiteiten voor jong en oud? Maar willen we ook dat er meer inzet wordt gepleegd op veiligheid? Dat is iets waar de inwoners over gaan. En de gemeente, die moet ervoor zorgen dat het ook gebeurt en dat het er komt. Genoeg over het groen. We gaan naar het volgende thema. En dat is het thema wonen. De Drechtsteden moeten de komende jaren 3
Nee, ik wou zeggen 300.000, dat is een beetje heel veel, maar 30.000 nieuwe woningen realiseren. En dat is zo opgelegd door de overheid. Maar iedereen hier weet het eigenlijk wel. Papendrecht is vol, of dan zo goed als vol. Wat is de oplossing? We gaan het hebben in de volgende stelling over het problematiek van de woningen. Papendrecht is vol, dus woningbouw moet ook mogelijk zijn boven de A15 of in de parken of in die groenvoorzieningen waar we het net over hadden. De volgende drie partijen gaan hierover in debat. En dat is Arjen Kosten van de SGP. En we zien weer Marco de Haas van de VVD. Ik ben blijven staan. En tot slot Egbert Lichtenberg van het CDA. Om te beginnen met het CDA. Papendrecht is vol, dus woningbouw moet ook mogelijk worden. Bijvoorbeeld boven de A15 of in parken. Eens of oneens? Oneens. Papendrecht is niet vol, maar we gaan niet bouwen in parken en boven de A15. Kijk, dat is glashelder. Hoe denkt het de VVD daarover? Ja, we zijn het mee eens, en dat is ook geen geheim, dat pretenderen we al jaren. En kunt u dat ietsje daar aan uitleggen? Ja, natuurlijk. Wij zijn er voorstander geweest om daar dingen te ontwikkelen. Altijd al. Boven de A15? Boven de A15. En dat hoeven niet hele woonwijken te worden, dat het echt helemaal volgebouwd wordt. Maar dat kunnen ook hele mooie woningen zijn die weggewerkt zijn in het groen. Tot slot de SGP. Wij zijn het oneens. Wij vinden dat Papendrecht en niet vol is. En we vinden ook dat als je dat doet, dat het meteen de leefkwaliteit aantast. Helder. Ook dit hebben we voorgelegd aan de Papendrechters. Laten we even kijken. No way. Waarom niet? Dat daar bij Natuur en Vogelwacht, dat is een mooi gebied om te recreëren. En het zou zonde zijn als dat voor woningbouw moet wijken. Ja. Oké, dank u wel. Er komen huizen tekort. Ja, ik zie wel van de. Ja, ik woon hier 25 jaar. Mm-hmm. Maar ik zie wel meestal van de kinderen geen park. Er zitten overal huizen. De parken die moeten eigenlijk blijven bestaan. Maar open velden in Papendrecht, daar mag wel gebouwd worden. Nou, nee, laten we andere huizen er maar tussen passen. Die er nog tekort komen. Dat is al lang besproken eerder al. Ja, dat mag opgeofferd worden. Dat mag opgeofferd worden. Vindt u? Ja, maar met mate. En met landelijke aanpassing. Nou, voor mij hoeft dat niet. Nee? Nee, waarom moet die parken weg? Nee, absoluut niet. Waarom niet? Ten eerste, ja, je hebt je groen nodig natuurlijk voor de samenleving en de ontspanning. Nou, weet ik niet. Een beetje groen vind ik ook wel leuk. Ja. Ja, vol is vol natuurlijk. Ik weet het ook niet. Het moet ergens huizen gebouwd gaan worden. Dus dat is een beetje kiezen uit twee kwaden dan. Nee. Jij moet ze maar ergens anders naartoe gaan. Maar het beetje groen wat we hier nog hebben, moet je houden. Ja, het is een omstreden uitspraak. Vol is vol, vaak in een hele andere perspectief. Maar het gaat nu om de huizen. SGP, Arjen Kosten, u zei net van Papendrecht is helemaal niet vol. Ik hoor niet anders dan dat er geen huis meer bij kan. Maar dat is dus niet zo. Nee, dat is zeker niet zo. Kijk, natuurlijk, er zijn veel huizen in Papendrecht. Maar er zijn ook behoorlijk wat plekken in Papendrecht waar echt nog wel ruimte is. Te denken valt aan plaatsen waar oude gebouwen staan. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de huisvesting van Excelsior. Zou je ook naar kunnen kijken, hoe kun je dat anders invullen? En zo zijn er wel meer plekken te bedenken. Dus laten we slim omgaan met de ruimte die we nog hebben. Ja, maar los je daarmee de woningnood zeg maar op binnen nu en een paar jaar? Nou, u stelde in uw introductie dat het Rijk 30.000 woningen oplegde. Zeg maar. Volgens mij is het juist de ambitie van de regio dat we 25.000 woningen willen bouwen. Maar als je kijkt naar wat Papendrecht zelf nodig heeft, dat is uitgerekend. Mm-hmm. Dan gaat het de komende jaren om 600 woningen om in de behoefte te voorzien. Kijk, ja. En dat plaatst de zaak wel in een ander perspectief. En dan is dat volgens mij wel te behappen. Maar is het geen gezamenlijk belang van de hele regio? Je kan wel als Papendrecht zeggen 600 woningen en dan is het voor ons prima. Maar als vanuit de regio wordt gezegd, moeten er meer zijn, kan dat dan? Er is zeker een gezamenlijk belang. Maar goed, als Papendrecht moeten we ook kijken wat is voor ons belangrijk. En ik zei het al, op het moment dat je Papendrecht echt vol gaat bouwen, op het moment dat je een parken gaat bouwen, op het moment dat je boven de 15 gaat bouwen, dan staat onze leefkwaliteit onder druk. En dat willen we niet. Juist Papendrecht staat bekend om zijn goede leefklimaat. Veel Papendrechters zijn hier ooit komen wonen en willen niet meer weg. En op deze manier jaag je ze misschien wel weg. Ja. De leefkwaliteit staat onder druk, VVD. Is dat zo? Of, Nee, die mening heb ik niet. Kijk, niemand wil in een betondorp wonen. Maar zoals de collega van het SGP zei, er zijn mogelijkheden in Papendrecht om nog wel enkele woningen te bouwen. Kijk, er gaan inderdaad schoolgebouwen gaan plat, oude bedrijfspandjes plat gaan in de wijk. En die zouden natuurlijk gebruikt kunnen worden om op te vullen. Er worden hier en daar ook wel kavels verkocht, maar dat is niet voldoende om die aantallen op te brengen. En daarom zeggen wij nog steeds,
boven de A15 is nog steeds een mooi gebied dat we kunnen gebruiken. Maar daar zitten alleen ook maar een paar mooie grote huizen voor uw ogen? Of rijtjeshuizen waar 600 mensen? De consensus hier is dat het de groen niet aangepakt mag worden. Nee. En dan wil je een beetje het groene beeld houden. En dat kan je door met te weinig impact in de omgeving zou dat kunnen bouwen. Je hebt voorbeelden genoeg. In Zeist is bijvoorbeeld een hele woonwijk gebouwd, mooi in het bos. Nou, je ziet die huizen bijna niet eens. Nee. Maar concreet, om hoeveel woningen wil de VVD bouwen boven de A15? Daar heb ik echt niet over nagedacht. Nee, precies het aantal weet ik niet. Maar bijvoorbeeld die 600 van de SGP? Nou, dank u wel. Daar zouden onze kiezers blij mee zijn. Ja, ik denk dat makkelijk. Maar niet boven de A15. Nou, een beetje ruim je te gaan onderhandelen over aantallen. Maar er zijn dingen mogelijk. En dat moet je natuurlijk met z'n allen gaan besluiten. Kijk, wij kunnen wel zeggen, we zetten 3 flatgebouwen neer. Maar dat gaat nooit gebeuren natuurlijk. Nee. Dus gewoon in samenwerking is er best wel te komen wat in ieder geval geen inbreuk doet op de natuur. Wil. Meneer Lichtenberg, CDA. Kunt u nog eens uitleggen hoe het CDA erin zit als het gaat om dit thema? Ja, dat zal ik proberen. Ten eerste, wij vinden dat Papendrecht echt het mooiste dorp van de regio is. En om dat zo te laten blijven, moeten we ook zorgen dat we die groene omgeving die wij hebben, parken op loopafstand van woningen, dat we dat gewoon moeten koesteren. Tegelijkertijd hebben we in die regio inderdaad wel een opgave. Deze regio wordt geteisterd dat jongeren wegtrekken uit deze regio. Jonge mensen die gaan naar de Randstad toe omdat daar woningen zijn. Hier kunnen ze die bijna niet vinden. Die gaan we ook niet boven de A15 bouwen, want dat zijn geen woningen voor jongeren. Dus als we voor jongeren deze omgeving geschikt blijven houden, moeten we kijken hoe we betaalbare huisvesting gaan bouwen. Is een regionale opgave, daar heeft Papendrecht zijn deel in te doen. En dat kunnen we ook. En dan moeten we slim kijken, ook samen met andere mensen, hoe we dat in Papendrecht kunnen doen. In die zin ben ik het met collega Kosten eens. Er zijn nog voldoende plekken en mogelijkheden door herstructurering, de andere oplossingen te kijken hoe wij ons aandeel kunnen leveren. En kan dat snel gaan? Want als je het gaat inpassen in bestaande woning, dan krijg je heel veel bezwaren altijd van andere omwonenden. Krijg je heel veel procedures. We weten uit de praktijk dat soms jaren kan duren voordat je dan weer woningen kan gaan bouwen. Dat klopt. En tegelijkertijd heeft de overheid er daarom ook voor gezorgd dat je als gemeente dit soort processen in de toekomst veel meer samen met de samenleving gaat doen. Er komt, veel mensen weten dat niet, maar er komt zoiets aan dat heet een omgevingswet. En die omgevingswet die verplicht ook de overheid om met de samenleving, met projectontwikkelaars, met eigenaren van gebouwen te kijken wat er voor nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn. Dat is bedoeld om te voorkomen dat er ellenlange bezwaarprocedures op termijn gaan ontstaan. Ja. Maar als u dan het plan hoort van de VVD, want u bent voor het groen en u bent ook voor meer huizen. Ja. Nou, dat is een soort combinatie boven de A15, groen en huizen. Het voorbeeld wordt gegeven al in, wat was het, Zeist. Nou, kijk, de eerlijkheid gebiedt te zeggen, als je een woonwijk wil bouwen aan de andere kant van Rijkswegen en je wil zo'n woonwijk levensvatbaar laten zijn, dan moet je het al over grote aantallen woningen hebben. Dan ga je in het groene hart ga je een nieuwe woonwijk bouwen. Nou, dat wil niemand en dat zijn ook niet de woningen die de VVD daar wil bouwen. De VVD wil daar woningen bouwen voor mensen met meer dan, zeg maar, 2-3 keer modaal, die dat zouden kunnen betalen. Maar dat zijn niet de woningen die wij hier per se nodig hebben. We hebben woningen nodig voor jongeren die niet een woning kunnen bouwen in de huidige woonklasse die we hebben. Meneer De Haas, reageert u daar eens op als u wil? Nou, dat kan een optie zijn. Maar we zien ook mensen in Papendrecht die graag een stukje vrijer willen wonen. En misschien in de natuur, die wel dat inderdaad wat meer vermogen hebben en daar naartoe kunnen gaan. Die maken op hun beurt weer plaats voor mensen in Papendrecht, waardoor je weer woningen kan bouwen voor jongeren en voor starters. Ja. SGP, hoe ziet u nu de komende jaren voor u? Want we hadden het net over die problematiek met inpassen, maar dat duurt lang. Die woningnood wordt er niet kleiner op. Wat moet er nu snel en concreet gebeuren? Nou, volgens mij begint het met plannen maken. Kijk, hier in de gemeenteraad en in de regio hebben we pas met elkaar een ambitie uitgesproken. Dat moet ook inderdaad, om wat de heer Lichtenberg zei, omdat we economisch best een opgave hier in de regio hebben. Dus we moeten met elkaar een ambitie uitspreken. Daar begint het mee. En de komende jaren moeten we gaan kijken, wat kan dan in Papendrecht? Kijk, we staan aan het begin van een traject. Dat betekent dat zeker als Papendrecht behoorlijk volgebouwd is, dat delen we, dat je echt goed moet gaan kijken, wat is er mogelijk? En wij zijn eerst voor goed doordachte plannen en dan iets in gang zetten. Maar het verbaast me wel, zijn er dan nog geen plannen? Nou, die zijn er wel, alleen nog niet concreet uitgewerkt. Dus op het moment dat het in de gemeenteraad komt, dan gaan we pas inderdaad over concreet uitgewerkte plannen discussiëren. En we spreken nu uit over onze idealen. En volgens mij is ons ideaal dat we boven de A15 niet bouwen. En ons ideaal is inderdaad dat we onze Papendrecht goed leefbaar houden. En dat nemen we mee in de plannen. Ja. Nou, het ideaal is dat we een ambitie uitgesproken hebben waar we naartoe willen leven. Alleen we willen er niks voor betalen in principe.
Dus wel afspreken dat we naar een bepaald woningaantal willen gaan. Maar dan zeggen we, nee, Papendrecht is vol, dan kunnen we niks meer bouwen, dus moet dit in andere gemeenten gaan zoeken. En daar pas ik voor. Ja, nee, helder. Maar dan ben ik ook benieuwd hoe groot uw oplossing is. Kijk, u gaf net zelf aan, ik weet niet hoeveel woningen er komen te staan. Nee. En als ik denk in de categorie die u wil laten bouwen, 2-3 keer modaal inderdaad woningen, of misschien nog groter, dan gaat het om zo'n klein aantal dat ik denk van, het is niet de moeite waard om het groen daarvoor aan te tasten. Daar pas ik voor. Ja, reactie? Ja, we zijn... Ja, dat is zoals ik net... Ja, ik treed een herhaling natuurlijk. Maar het, groen, het hoeft het groen niet aan te passen. Het kan helemaal wegvallen in het groen. En een paar mooie woningen daar, die slokken nu in Papendrecht ook ruimte op. Dus die ruimte komt beschikbaar. En dan moet je niet in Papendrecht de parken plat gaan gooien. Want die hebben we ook wel nodig in Papendrecht. Je moet in Papendrecht groen houden. Papendrecht is een groene gemeente, dat moet je wel houden. Alleen, je moet de ruimte pakken die je hebt. Tot slot, CDA, ook nog al concrete plannen. Kent u ze al? Bent u er zelf mee bezig? Nou, we zijn op dit moment nog steeds bezig met woningen te bouwen. We zijn bezig met het land van Matenaar. Ja. Er worden nog steeds woningen gebouwd. Ook in de categorie woningen waar meer VVD-stemmers doorgaans gebruik van maken. Maakt niet uit. CDA-stemmers niet. Dat hoop ik wel. Dat hoop ik wel. Maar er zijn ook oplossingen op wat langere termijn denkbaar. En daar moeten wij als gemeente ook naar kijken. In die zin is regeren niet alleen maar kort vooruitkijken, maar ook op langere termijn kijken hoe je zorgt dat deze gemeente echt het mooiste dorp van de regio blijft. En wat de VVD zegt, dat je ook een soort regionaal verantwoordelijkheid hebt om aan die tekort aan huizen te voldoen. Dat je niet alleen kijkt naar de gemeentegrenzen, maar ja, er is in de hele regio een tekort aan huizen. Iedereen moet daar zijn steentje aan bijdragen, dus ook Papendrecht. Nou, het CDA is een van de partijen die van harte regionale samenwerking ondersteunt, ook op dit punt. En ook vindt dat je met elkaar die regionale opgaven ook moet bekijken. En dat hebben we in het verleden ook gedaan. We hebben als gemeente samen eerder gekeken hoe we bijvoorbeeld aan het Noordoeversgedeelte samen wat zouden kunnen doen. Dat is toen helaas mislukt. Maar we zouden nog steeds gezamenlijk naar die opgave kunnen kijken. Dat betekent niet per se dat al die woningen hier in Papendrecht bij zouden moeten. Het kan ook op een andere plek. Het kan bijvoorbeeld in Dordrecht, waar men wel die ambitie heeft. Dat is daar nog helaas niet gerealiseerd. Maar dat zou heel goed kunnen. Oké. Ik denk dat we het hierbij laten. Heren, dank u wel voor dit debat. We zijn er nog niet helemaal mee klaar met dit thema, want we hebben de overige lijsttrekkers natuurlijk ook gevraagd hoe zij tegen die problemen van de woningen aankijken. Mijn naam is Pieter-Jan den Dekker, lijsttrekker van de ChristenUnie Papendrecht. Als ChristenUnie zijn wij niet voor het bebouwen boven de A15 of in parken of groene gebieden. Waar we over na moeten denken als gemeente is hoe we de woningvoorraad in Papendrecht actueel willen houden. We moeten nadenken over een visie waarbij we een leefbare en fijne gemeente worden om in te wonen. Maar ook zeker een gemeente die aantrekkelijk is voor jonge en jonge gezinnen. Zodat we die kunnen behouden of kunnen aantrekken. D66 wil in Papendrecht niet bouwen boven de A15. We willen daar een groot recreatie-natuurgebied. Van Alblasserdam, Papendrecht, helemaal naar Sliedrecht. Wat betreft woningen willen we bouwen voor wat nodig is, in het duurdere segment. We bouwen niet in parken, ook geen scholen. Voor het thema wonen is GroenLinks van mening dat iedereen in de gemeente Papendrecht over een woning moet kunnen beschikken. Of je nou jongere bent, starter bent, of je bent in je middle 40's, of je bent een oudere. Iedereen moet kunnen wonen in Papendrecht en moet kwalitatief goed kunnen wonen. Dat zorgt ervoor dat wij de woonvisie van de Drechtsteden wel onderschrijven. Maar aangezien Papendrecht bijna volgebouwd is, zeggen wij dan moet er hier en daar misschien wat gesloopt of gerenoveerd. En daar moet dan herbouw komen. En één ding, boven de A15 is een no-go area voor bebouwing. Binnen de Drechtsteden is een woonvisie opgesteld en Papendrecht zal ook zijn deel daarvan gaan invullen. Wij kiezen voor woningen die geschikt zijn voor eigenlijk alle Papendrechters. Dus niet alleen voor de hogere en middeninkomens, maar ook voor de lagere inkomens willen wij bouwen. Ik ben Arno Janssen, lijsttrekker van het PHB. Voor een leefbaar en duurzaam Papendrecht is het nodig dat we het groen, het laatste groen wat we hebben en de parken, koesteren. Dat betekent ook dat we bij nieuwe woningbouw absoluut moeten omkijken hoe we verouderde straten en wijken kunnen omvormen tot mooie, duurzame en vooral betaalbare woningen.
Er wordt niet meer gebouwd in parken en boven de A15. En het is zeker niet de regio die gaat over waar we in Papendrecht gaan bouwen. Daar gaan wij zelf over. Er moet wel meer woningen komen voor onze jongeren en voor onze ouderen. Want die diversiteit, die balans, die is er niet in deze wijken. En daarom moeten we daarmee aan de slag. En als er een aantal taken zijn waarvan we denken, hé, dat kan ons geld opleveren, dan willen we dat best in de regio samen met elkaar gaan uitvoeren. Maar geen extra bevoegdheden naar de regio en zeker geen Drechtstad. Ja, het wordt hier steeds gezelliger in de raadzaal van de gemeente Papendrecht. We hebben net even een korte koffiebreak gehad en we gaan weer verder met het debat. Want vanavond debatteren de 9 partijen hier in de raadzaal die volgende week woensdag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen. En we doen dat aan de hand van stellingen. Voor de pauze hebben we de eerste 2 stellingen behandeld. Toen ging het over onze groenvoorziening en de woningbouw. En nu gaan we het hebben over ons milieu. Heel belangrijk, omdat Papendrecht omringd wordt door verstedelijk gebied, ligt er een grote druk op onze leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de N3, de A15, maar ook het scheepvaartverkeer en de zware chemische industrie. En daarom hebben we de volgende stellingen bedacht. Om fijnstof terug te dringen, moeten er strengere maatregelen worden getroffen op de N3 en de A15. En denk dan bijvoorbeeld aan een inhaalverbod voor vrachtwagens of een 80 km per uur zone op de A15. En ik weet, de gemeente gaat er niet over, maar het is wel aardig om de inkijk te krijgen van de partijen, hoe ze daarover denken. Of dat zij misschien een goede lobby kunnen opzetten naar Den Haag of met hele andere oplossingen komen om de fijnstofproblematiek hier ook in Papendrecht aan te pakken. We hebben weer 3 lijsttrekkers voor ons staan. Om te beginnen met Bert Grimius van GroenLinks, Pieter-Jan den Dekker van de ChristenUnie en Ruud Lammers van Onafhankelijke Partij Papendrecht. Geef ze even een applaus. Dat hadden we zo bedacht. We beginnen even met een kort rondje voordat we gaan kijken en luisteren naar de mensen op straat die hier ook van alles van vinden. Bert Grimius, eens of oneens? Om fijnstof terug te dringen, moeten er strengere maatregelen worden getroffen? Absoluut eens. Ja. Nodig. En kunt u kort alvast een tipje van de sluier oplichten? Waar moeten we dan aan denken? Nou, in ieder geval terugdringen van de snelheid. Die moet zeker naar 80 km per uur. Ook het inhaalverbod, wat in de stelling wordt genoemd, dat moeten we zeker uit gaan voeren voor vrachtwagens. U gaf terecht al aan dat wij daar als lokale politiek niet over gaan. Maar gelukkig hebben wij ook een landelijke achterban. Dus daar zijn wij zeker op het lobbygebied al ernstig mee aan de slag. Pieter-Jan den Dekker, ChristenUnie. Ja, wij zijn het ook eens. Er moeten strengere maatregelen komen om die fijnstof te verminderen. Ja. En waar we aan denken is inderdaad een vermindering van de snelheid. Of dat 80 moet zijn of 100, dat valt nog even te bekijken. Er moet ook goede doorstroming zijn. Ja. En tot slot Onafhankelijk Papendrecht, Ruud Lammers. Ja, je kunt het er bijna niet mee oneens zijn. Iedereen is voor het terugdringen van fijnstof, maar het is ook inderdaad heel belangrijk. Want fijnstof is een groot milieuprobleem. En gelukkig zijn de meeste collega's in de raad hier ook van mening dat fijnstof een probleem is. En wij gaan inderdaad wel zo ver dat we zeggen van 80 km op de ruit rond Papendrecht, rond de Drechtsteden. Omdat bewezen is uit wetenschappelijk onderzoek dat bij 80 km per uur substantieel aanzienlijk minder fijnstofdeeltjes worden uitgestoten. Okay, we gaan straks toch zoeken, jullie zijn het er allemaal mee eens, maar we gaan toch zoeken naar de accentverschillen en of er per partij nog verschillen zijn en mogelijke andere oplossingen om die problematiek aan te pakken. Maar eerst gaan we eens even kijken wat de mensen hier op de straat ervan vinden. Ja, ik zou het niet weten. Dat fijnstof, je ziet het niet, je merkt het niet, tenminste ik niet. Maar ja, ze kunnen er natuurlijk wel schermen. Ja, ben ik ook tevreden over. Ja, of schermen met bomen ervoor, dat je het toch aantrekkelijk maakt. Want en bomen, die geven natuurlijk weer zuurstof weg. Hè? Fijnstof weer, ja, dat is heel goed natuurlijk. Ja. Dat is wel een goed plan, ja. Zeker, dat moeten er maatregelen voor genomen worden. Ja, ik vind wel dat je daar maatregelen voor moet nemen. Dat zeer zeker. Ik bedoel, ik heb gisteravond nog een stukje op de televisie gezien. Ik bedoel, en dan de mensen die er zeker last van hebben, daar is het echt voor nodig. Ja, ik ben zelf vrachtwagenchauffeur geweest. En ja, ik heb er eigenlijk nooit gemoed mee gehad eigenlijk. Want ja, dat gaat allemaal zo snel. En ja, er zou best wel troep liggen natuurlijk. Ja, fijn stof, je krijgt het allemaal aan je longen.
En dus probeer dat zo min mogelijk te hebben. Er rijden al zoveel verkeer op de N3. Wat eigenlijk de A15 vermindert. En alles gaat via de N3 naar de A16. Het is een ramp. Ik denk dat dat ook in de toekomst zou moeten gaan gebeuren. Er zijn afspraken gemaakt, ook in het Drechtstedengebied, dat 2050 moet het hier allemaal energie neutraal zijn. Dus ja, als... Bert Grimius, GroenLinks, er ligt natuurlijk wel, inderdaad, als je daar naar luistert, 2050, een enorme opgave. Hoe gaan we dat met z'n allen bereiken hier in Papendrecht, in de hele regio? Nou ja, deze laatste meneer die zegt het natuurlijk terecht. We hebben met z'n allen het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. In 2050 moet dat allemaal gerealiseerd zijn. Dat betekent dat er wel het een en ander te doen is. GroenLinks is van mening dat je dat niet redt met alleen maar het terugbrengen van de snelheid of een inhaalverbod. Nee, er zullen ook andere maatregelen getroffen moeten worden. Kunt u eens een paar noemen? Nou, een van de dingen die je kunt verzinnen, dat is dat het openbaar vervoer in dit hele gebied ook op een andere manier aangepakt moet worden. Het treinvervoer intercity terug in Dordrecht, omdat dat een belangrijk schakelgebied is voor het openbaar vervoer naar Rotterdam, Den Haag. Het doortrekken eventueel van de Merwede-Lingelijn, zo mogen we hem nu nog noemen, richting Ridderkerk, Rotterdam, maar ook andere vormen van transport. De waterbus biedt mogelijkheden. Het vrachtverkeer zou teruggedrongen kunnen worden door transport over het spoor en over water veel meer te bevorderen. Het zijn grote problemen waar niet alleen Papendrecht over gaat, maar toch, ChristenUnie, wat kan je als gemeente, wat kunt u als partij daaraan doen? Wat wilt u eraan doen? Nou, het mooie van een lokale partij met landelijke wortels, zoals ik altijd zeg, is dat we kunnen lobbyen in Den Haag, in de provincie, maar ook natuurlijk landelijk. Dat hebben we gezien aan de verbreding van de A15 die eraan gaat komen. Dat betekent dat de doorstroming verbetert en minder files, dat ze ook de luchtkwaliteit moeten verbeteren. Maar op een gegeven moment moeten we ook kijken van hoe kunnen we dat nog verder terugdringen. Dus die snelheid van 120 naar 100 brengen. Wat heel interessant is, is een Zwitsers model, een soort transito-model heet dat. Waarbij vrachtwagens op een trein gaan en dan vooral de vrachtwagens die direct doorgaan naar Duitsland. Als je die ook bijvoorbeeld over de Betuwelijn zou kunnen krijgen, dan zou dat enorm veel luchtvervuiling schelen. Moet alleen even die aansluiting nog goed worden gemaakt. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar ja, dat is niet iets wat wij als ChristenUnie Papendrecht kunnen doen. Maar waar we wel, ook regionaal, met alle lokale landelijke partijen, om het zo te zeggen, voor kunnen lobbyen om dat echt goed op te pakken. Meneer Lammers, Onafhankelijk Papendrecht, heeft die lobby natuurlijk niet naar Den Haag? Nou, we hebben wel een lobby naar Den Haag, maar die loopt niet via onze partijlijn. En, kijk, hoe dan wel? Hoe dan wel? Ja, het is de waarheid. Ja. Maar alle gekheid op een stokje. Die lobby, daar moet je je ook niet te veel van voorstellen, want zo'n lobby leidt er dan wel toe dat een aantal fietspaden die er al lagen tot één snelfietspad richting Rotterdam wordt verheven. Maar dan fiets je. Hè. Het gaat nu eventjes om serieuze verbreding van de A15 naar 4 rijstroken. En dan moet je op een gegeven moment de vraag stellen, en dat is best wel confronterend, moet je als je uit de tunnelbuis bij Alblasserdam eruit komt, inderdaad op het gas trappen en naar de 120 km per uur? Of moet je met elkaar toch die moeilijke beslissing gaan nemen, nee, terug naar 80. Dus in plaats van 100 naar 120, van 100 naar 80. En daar... We gaan ze allemaal op de rem staan in die tunnel. Dan krijg je in ieder geval afremmen. Ja, je gaat, als je omhoog gaat, al een beetje langzamer. Ja. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk wel op aan van wat ben je bereid met elkaar af te spreken. En je kunt lokaal wel degelijk veel dingen bereiken. Je kunt bijvoorbeeld vergroenen. Dat staat ook prominent in ons programma. Je kunt bomen erbij planten, moswanden plaatsen, struiken erbij. Dus je kunt nog heel wat maatregelen bedenken die op hele eenvoudige, concrete manier wijze bijdragen aan de reductie van dat fijnstof. En dan de doorstroming, want daar werd net over geapplaudisseerd. Dat is een groot probleem, ook veroorzaken van veel vervuiling. Wat moet daaraan gebeuren? Nou, er komt een verbreding van de A15 door de lobby, door de landelijke lokale partijen nogmaals. Dus de heer Lammers ontweek net een beetje de vraag door iets te roepen over fietspaden. Ook door de lobby gegaan, dat we gewoon een mooi fietsennetwerk hebben richting Rotterdam. En dat is het mooie, zeg maar, dat we dat kunnen regelen. En die verbreding van de A15 moet er in ieder geval voor zorgen dat we gewoon lekker door kunnen rijden langs Papendrecht. Maar de N3 is natuurlijk ook N3 is ook een probleem, maar dat is ook niet iets wat je als enkele partijen of als enkele gemeenten kan oplossen, maar wel wat je met elkaar richting Den Haag en richting Rijkswaterstaat en de provincie ook kan aankaarten en in ieder geval lobbyen om dat te verbeteren. Meneer Lammers.
Nou, even inhaken op wat mijn collega van de ChristenUnie zegt. Kijk, doorstroming is natuurlijk heel belangrijk, maar je moet natuurlijk ook verantwoord doen. En wij hebben gezegd een paar jaar geleden al van, kijk, op het moment dat je de A15 gaat verbreden, in het kader van de doorstroming, de A16 gaat aanpakken, de knooppunten aanpakt, dan blijf je nog met die N3 zitten. En daar ligt een brug, de Papendrechtse brug, over de Merwede. En wij hebben ervoor gepleit, ga daar een tunnel aanleggen. Dat klinkt misschien raar, men zegt een utopie, niet haalbaar, et cetera. Maar wat je wel kan doen als gemeente Papendrecht, en dat kunnen we partijbreed doen, dat hoeven wij helemaal niet als partij te claimen, dat gaat echt om een Papendrechts belang, dat je zegt van, ga met elkaar in gesprek als regio Drechtsteden, als Papendrecht, met het Rijk, om te zeggen van, we willen daar op korte termijn of middellange termijn een tunnel aanleggen. En dan doe je ook iets concreets aan die doorstroming, waar mijn collega ook zo voorstander van is. Hoe denkt GroenLinks daarover? Een tunnel is absoluut geen optie. Dat kost miljoenen en dat lost het probleem uiteindelijk niet op. We zullen meer naartoe moeten. Als we naar het Papendrechts perspectief kijken, dan moeten we kijken van we moeten mensen uit de auto krijgen. Ook het wonen, werken en recreëren, dat kan dichterbij en dat is ook heel goed te realiseren. En hoe realistisch is dat om mensen uit hun auto te krijgen? Als wij overgaan naar het elektrisch rijden en zo, dan is dat denk ik zeker wel een realistisch beeld. Maar want, moeten het nu aanpakken, hè? Ja, dat klopt. Maar is goed, wat ik net ook al zei, als wij het wonen en werken op een andere manier gaan organiseren, waardoor mensen niet meer alleen in een auto stappen om 15 kilometer verderop naar hun werkadres te gaan, dan is dat denk ik heel goed te organiseren. Zoals ik in eerste aanleg ook al aangaf, als wij de waterbus beter weten weg te zetten, het spoor beter weten weg te zetten, dan is die heilige koe die voor de deur staat, die kan veel minder gebruikt worden. Meneer Den Dekker, heeft u nog concrete oplossingen? Ik heb daar, ik weet niet of eens mensen heel snel uit de auto krijgt. Gelukkig worden de auto's steeds groener en elektrisch. Eerst nog even die tunnel, ziet u dat? Die tunnel, nee, dat is natuurlijk gewoon, ja, net woord, is niet heel erg handig om te doen. Volgens mij kost dat miljarden. Ja. En ik denk dat we beter kunnen afwachten tot de Hyperloop er is van meneer Tesla. Ja. Nee, dat zou echt fantastisch zijn. Maar dat is echt toekomstmuziek. Een tunnel is gewoon niet realistisch. Je kan niet onder het eiland van Dordt gaan boren. Ik denk dat er dan weinig eiland meer over is. Dus we moeten echt gewoon realistische, goede oplossingen bedenken. Noem er nog eens een. Wat we zeiden voor de A15, die verbreding, dat gaat gebeuren. En dan zouden we 100 km per uur. En dan denk ik dat je een hele goede doorstroming hebt. We moeten vooral kijken in Papendrecht zelf wat we kunnen doen. Is veel meer fijnstof opnemende bomen, zoals dat zo mooi heet. Er zijn heel veel verschillende bomen die heel veel fijnstof opnemen. Er zijn ook bomen die eigenlijk er staan en niets doen. Dus daar moeten we, waar ik in het vorige keer ook over pleitte, veel diversiteit in aanbrengen. En gedragsverandering misschien bij de inwoners? Gedragsverandering kan ook. Alleen dat is wel heel moeilijk. Dus dan moeten we kijken, mensen uit de auto krijgen. Ik denk dat... heel lastig is om voor elkaar te krijgen. Ik kan me wel voorstellen als je elke dag in de file staat, dan liever met goed openbaar vervoer wil. Dat dan wel. Onafhankelijk Papendrecht, heeft u nog concrete... Nou, die tunnel die komt er in ieder geval niet? Of... Nou, oh. Ja, kijk, bij grote veranderingen denkt men altijd van, dat gaat niet gebeuren, totdat het ineens wel gebeurt. En kijk, waar het om gaat is dat je doortastend bent. En ik ben dus niet zo onder de indruk van al die lobby's van die lokale afdelingen met landelijke partijen. Want ze hebben de afgelopen 8 jaar helemaal niks voor elkaar gespeeld op dat gebied. Kijk, waar het om gaat... Gaat u door. Ja. Waar het om gaat, wij zijn een partij die zeggen van, we leggen de vinger op de zere plek, maar we zeggen ook hoe je het kan oplossen. Dus we zeggen, die brug moet weg, er moet een tunnel komen. We zeggen, er moet een light rail verbinding komen van Sliedrecht, Papendrecht, Alblasserdam naar Rotterdam. En dat is mooi, wij doen ook een research. En er zijn potjes bij Europa, bij het Europese Comité van de Regio. Daar zit iets van 3,2 miljard euro in. En men vraagt in Europa, alsjeblieft Nederland, kom met voorstellen voor infrastructurele en innovatieve projecten. En dan vraag ik mij af, wat is er nou de afgelopen jaren gebeurd? Waarom is daar door het Drechtstedenbestuur niet op ingestoken? Er ligt geld in Europa en wij laten het liggen. En Europa zegt, kom het halen. Dus het is gewoon een kwestie van een AVRA-formulier indienen, een lobby op Brussel en zorgen dat die 500 miljoen voor die light rail hierheen komt, zodat die light rail kan worden aangelegd. Nou, GroenLinks, goed idee? Nou, ik wil even reageren op een andere opmerking die de heer Lammers maakte. Eerst nog even op dit punt, die light rail en het geld dat... Die light rail, ja, ik heb dat net al aangegeven, het doortrekken van de Merwede-Lingenlijn, dus daar zijn wij een voorstander van. Maar ik wil wel een andere opmerking maken. Wij hebben in Dordrecht het bedrijf Gumoer Depon zitten. Daar is GroenLinks zowel in de provincie als in de Tweede Kamer heel nadrukkelijk met dit dossier mee bezig.
En onlangs is bekendgemaakt dat de minister inderdaad nu overstag gegaan is en toegegeven heeft dat er een onderzoek moet gaan komen om de uitstoot en de lozing van Gen X definitief te gaan verbieden. Oké, helder. We moeten het dus hierbij laten. Dank u wel voor dit debat. Het debat over het milieu. Andere partijen hebben daar natuurlijk ook een hele duidelijke mening over. Het CDA is een groene partij en dus ook een duurzame partij. Niet voor niks is ons motto voor een Papendrecht dat we door willen geven voor volgende generaties. En daarom zullen we fijnstof, geluidsoverlast, verkeersoverlast terug moeten dringen. Ook de energietransitie zullen we moeten vormgeven en de overheid moet daarin stimuleren en faciliteren, maar ook private initiatieven zijn van belang. En niet te vergeten, jongeren kunnen we meer onderwijs geven samen met de kinderboerderij, de fruitheerlijkheid en de natuur- en vogelwacht. Fijnstof is een groot probleem in onze regio. Maar dat komt bijna niet door auto's, ook al denken mensen dat wel. Houtstook is bijvoorbeeld een veel groter probleem. De gemeente moet hier veel beter actie op ondernemen. In mijn jeugd was de luchtkwaliteit heel veel slechter. Ook al denken mensen dat niet, het is spectaculair verbeterd. Ja, er moet nog veel gebeuren, maar we moeten ook eerlijk blijven. Geen spookverhalen. Fijnstof kan prima worden uitgefilterd door bijvoorbeeld mos op geluidsschermen of naalbomen rond wegen. Van belang is het echter om de echt grote vervuilers aan te pakken, zoals de luchtvaart, maar ook de binnenscheepvaart, die nog steeds met milieubelastende brandstof, waar ook chemisch afval in verweekt zit, rondvaart. Het is dus veel beter om een lobby richting Den Haag op te zetten en een inhaalverbod op de snelwegen of een maximumsnelheidverbod of een omlaagbrenging van de maximumsnelheid is dan minder van belang. Het is niet te geloven dat wij in 2018 nog steeds gaan onderhandelen over de gezondheid van onze inwoners. En dat zien we. Dat zien we gebeuren. Papendrecht is een kruispunt van veel industrie en doorgaand verkeer. En daarom moeten de normen strenger worden. Want we willen geen gif in de lucht en in ons drinkwater. Het moet betrouwbaar zijn. De gezondheid moet niet een discussiepunt worden. Zo simpel is dat. Wie wil er niet minder fijnstof? Iedereen toch? 80 km per uur of 100 km per uur op de snelweg, zou dat verschil maken? Misschien wel, maar we gaan er niet over. Laten we ons inzetten op maatregelen waar we wel over gaan. Die automobilist uit de auto krijgen, in de bus, in de waterbus, op de fiets. Dat zijn maatregelen voor de korte termijn. Lekker praktisch dus, daar gaat de SGP voor. Fijnstof terugdringen door beperkende maatregelen voor verkeer vinden wij maar te delen goed. Natuurlijk moeten we met vrachtwagens oppassen. Vrachtwagens kunnen daar niet inhalen, daar is de brug niet voor gemaakt. En met gevaarlijke stoffen moet je sowieso voorzichtig zijn. Maar daarbij moet er ook gekeken worden naar alternatieven, zoals elektrisch rijden. En dat moet samen met het bedrijfsleven gebeuren, want de gemeente kan dat niet alleen. U kijkt en luistert nog steeds naar het grote verkiezingsdebat van de gemeente Papendrecht, waar we het nu gaan hebben over het volgende thema, het thema zorg. Nederland vergrijst in zijn geheel, maar dat geldt natuurlijk dan ook voor de gemeente Papendrecht in het bijzonder. Het is algemeen bekend dat ouderen gebaat zijn om zo lang mogelijk zelfstandig en actief thuis te blijven wonen. Wat is de rol van de gemeente hierin? Moet die rol groter worden nu Nederland en dus ook Papendrecht vergrijst? We gaan het hierover hebben aan de hand van de volgende stelling. Papendrecht vergrijst, de gemeente moet zich daarom meer inzetten om ouderen langer thuis te laten wonen. We gaan daarover praten, weer met Bert Grimius van GroenLinks. En voor het eerst een vrouw hier, he, zou ik bijna zeggen. Diria Hildes-Carso namens de Partij van de Arbeid. En ook opnieuw van Onafhankelijk Papendrecht zien we weer staan Ruud Lammers. Fijn dat u mee wilt doen ook aan dit debat. Eerst maar eens even kort een rondje om even de stemming te proeven. De gemeente moet zich meer inzetten om ouderen langer thuis te laten wonen. GroenLinks. Eens met de stelling, maar het gaat vooral om de kwaliteit van de zorg en het alleen thuis blijven wonen. Want daar valt nog wel wat op af te dingen. Ik denk dat we daar nog wel wat te verdienen hebben. De PvdA. Nou, wij zijn het daar ook mee eens. En niet eigenlijk alleen maar om door de vergrijzing. Uit de vele gesprekken die wij voeren met senioren horen we ook dat ze graag langer thuis willen gaan wonen. En dat betekent dat wij daar als gemeente ook moeten gaan investeren. Dus meer geld voor huishoudelijke hulp, meer dienstenchecks, maar ook veel meer aandacht voor ontmoeting. En bijvoorbeeld seniorenvervoer, zodat ze op een gegeven moment ook ergens naartoe kunnen gaan en ook plezier beleven op een oude dag. Onafhankelijk Papendrecht. Ja, daar zijn wij het ook mee eens. De trend is inderdaad dat ouderen en senioren wat langer op zichzelf willen wonen. Als gemeente kun je dat volgens ons goed faciliteren. Is dat ook wel een opdracht voor de gemeente? Ik wil wel zeggen dat bij de decentralisaties die sinds 2015 naar de gemeente zijn gerold,
Er toch wel ook wat problemen waren bij de thuishulp onder andere. En dat had ook te maken met bezuinigingen. En daar moeten we toch eens even goed naar kijken. Oké, daar gaan we het straks verder over hebben. Eerst gaan we luisteren naar de Papendrechters. Wat vinden zij van deze stelling? Dat ze dan thuis zo lang in hun eigen huis willen wonen. Ik denk dat de meesten dat ook prettiger vinden, de ouderen, om in hun eigen woonomgeving te blijven. Nou ja, goed, als ik naar mezelf kijk, dan ben ik het daar eigenlijk wel mee eens. Ja, ben ik het ook mee eens. Ja. Zolang het kan, moet je het doen. Vind ik wel goed. Ja, voor mijzelf wel, maar ik ben gezond. Ja. Ja, dat vind ik wel. Kijk heel goed naar een oud mens. Het is denk ik per oudere verschillend. De een is wat mobieler en de ander heeft toch zorg nodig. Ja, tuurlijk. Je moet wel plek zijn en wel locaties. Hè, en verzorging, dat moet er allemaal zijn. Ja, dat is goed. Ja, daar ben ik ook mee eens. Waarom? Ik moet er zelf ook niet aan denken dat ik in een verzorgingstehuis... komt en die mensen hebben altijd overal voor aan betaald. Dus denk ik, daar moeten we ook goed voor zijn. Ouderen thuis wonen is al goed, want je hebt je eigen huis. Maar ze moeten wel hulp krijgen, als ze hulp nodig hebben. Ja? Kijk, dat is duidelijk. Er moet wel hulp komen en ze moeten het krijgen. Is er voldoende hulp in Papendrecht, GroenLinks? Ja, er is zeker voldoende hulp. Maar we moeten er wel bij zeggen, kwalitatief gezien hebben we daar misschien nog wel een stap in te maken. Niet dat het de afgelopen jaren slecht is geweest, maar er is echt nog wel wat in te verdienen. Deze mevrouw die zegt het overigens heel terecht. Het moet zeker kunnen, maar er moet wel zorg zijn. En dat is voorhanden. Ja, hoe denkt PvdA erover? Nou, ik denk dat er inderdaad voldoende aanbod is als het gaat om zorg en ondersteuning. Waar wij wel zorgen hebben als Partij van de Arbeid is van, maakt iedereen daadwerkelijk gebruik van de aanbod die we hebben? Want we hebben geweldige specialisten, we hebben de contracten die we hebben afgesloten met zorgaanbieders, maar maakt iedereen daar ook echt gebruik van? En dan heb ik het met name over de mensen die hulp en ondersteuning ook nodig hebben. En het antwoord is nee? Nou, ik heb daar zeker mijn twijfels. In ieder geval uit de gesprekken die wij horen, dat ik denk van, nou, ik denk niet dat al die aanbieders, alle hulpvragers in beeld zijn. Als ik bijvoorbeeld met de huisarts in gesprek ben, dan zegt hij tegen mij, de helft van mijn patiënten heeft eigenlijk geen medische oorzaak. Heeft ook andere ondersteuning nodig die ik eigenlijk mijn patiënten niet kan aanbieden. Denk aan schuldhulpverlening, denk aan andere psychische klachten of verslavingszorg. En hoe kan het zijn dat we dat, als we dat soort diensten en hulp en specialisten hebben, dat ze dan niet bij die mensen komen die het daadwerkelijk nodig hebben? Ik denk dat daar inderdaad nog een slag te gaan is. Meneer Lammers, u had het erover dat het niet allemaal goed is gegaan toen die taken bij de gemeente terechtkwamen. Nou, het is natuurlijk een heel complexe operatie geweest. Hè. Die decentralisaties, dus de WMO en dat soort wetten worden nu uitgevoerd door de gemeente. En de gemeente heeft vervolgens dat weer grotendeels belegd op regionaal niveau. En daarmee is als het ware ook weer ingebouwd een probleem van hoe kan je goed monitoren dat de zorg daar terecht komt waar die terecht moet komen. Kijk, op het moment dat je het als gemeente Papendrecht in eigen beheer doet, weet je eigenlijk precies waar je het over hebt. Want die gemeente is vast omlijnd en je weet waar de mensen wonen. Op het moment dat je het op een regionaal niveau brengt, komt daar een zekere afstand. En dan wordt het ook voor ons als gemeenteraad lastiger om onze vinger erachter te krijgen of inderdaad de zorg terechtkomt waar die terecht moet komen. Dus alles weer zelf regelen? Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg wel dat we die decentralisaties heel goed nu moeten gaan volgen. Want je hoort eigenlijk altijd in de raad van, ja, we moeten daar goed op letten. Dat is belangrijk. Laten we echt goed ons best doen om precies te weten hoe het zit. Maar eigenlijk weten we het nog steeds niet precies hoe het zit. En dat is een kwestie van, dat moeten we collectief eigenlijk oppakken. Dat kan je ook niet in je eentje, maar het is wel van belang dat op het moment dat je iets regionaal belegt, dat je heel goed kunt traceren en monitoren wat er gebeurt in de praktijk. En wij krijgen signalen van mensen die zeggen, ja, ik heb toch wel erg lang moeten wachten, hè, het fenomeen wachtlijst. En jeugdzorg, nou, dat is een ander onderwerp, ja. Misschien later nog even op terug. Dus daar maken wij ons wel zorgen om. En één punt dat ik zeker wil maken is dat op het moment dat wij op niveau, op de schaal van de gemeente Papendrecht zouden werken, dan kunnen we maatwerk leveren. En juist bij ouderenzorg is maatwerk essentieel.
Met het daarmee eens, GroenLinks? Nee, met het laatste wat hij zegt niet. Ik vind dat we ook op regionaal niveau echt wel maatwerk kunnen leveren. Dat hebben we de afgelopen 4 jaar ook aangetoond. Kijk, zorg kost geld, maar dat geld moet ook echt dan voor de zorg uiteindelijk uitgegeven worden. En als we dat regionaal organiseren, dan is dat veel beter en is dat effectiever en goedkoper. En ik ben het met mevrouw Yildiz-Kaar zo eens dat we zeggen, van, nou, we hebben misschien niet iedereen in beeld. Daar kunnen we als gemeente Papendrecht misschien nog wel een stap maken. Maar kwalitatief gezien is het mijn inziens beter om het regionaal weg te zetten. Want ook die mensen, dat is ook kwaliteit tenslotte, die kun je maar één keer inzetten. Mevrouw Yildiz-Kaar, mag ik even een ander punt aanstippen? Het gaat natuurlijk heel erg over mensen, oudere mensen die graag thuis willen blijven wonen. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die dat niet kunnen. Zijn er voor die mensen voldoende voorzieningen in de gemeente? Die voorzieningen er zijn, daar kan ik geen antwoord geven. Daar heb ik geen beeld bij. Maar heel simpel, die voorzieningen die moeten er gewoon komen. Of dat nou in Papendrecht is of in de regio, dat is eigenlijk niet zo relevant. Maar het moet wel goed geregeld zijn. Want de algemene voorzieningen, als het gaat om de WMO, hè, de hulp voor de ouderen, dat hebben we inderdaad regionaal ook belegd en dat wordt ook daar uitgevoerd. Maar we hebben ook afgesproken in de regio dat maatwerkvoorzieningen, want daar, dat is vaak het lastige, echt passende hulp, dat gaan we lokaal organiseren. En dat is juist iets wat we beter in beeld moeten krijgen om vervolgens ook de meest beste effectieve oplossing aan te kunnen bieden. Is er voldoende personeel hier om al die ouderen die blijven wonen en het worden er alleen maar meer, om die te helpen? Nou, dat zou ik niet zo 1, 2, 3 durven zeggen. Want je moet al haast een soort van zorgexpert zijn om hier iets zinnigs inhoudelijk over te berden te kunnen brengen. Ik weet wel dat, ik lees regelmatig in de kwaliteitskranten dat psychiaters en psychologen eigenlijk klaar zijn met de decentralisaties. Omdat ze zeggen van het hele systeem is niet goed doordacht. Hè? Dus jongeren bijvoorbeeld of mensen die eigenlijk dringend psychische hulp nodig hebben, worden eerst door een sociaal team afgevangen. En dan beginnen ze 6 of 8 maanden te laat aan hun therapie en dan is eigenlijk het leed al geschied. Ja. Dat is het kritiek van de experts. Een ander probleem, daar blijf ik toch even op hameren, ook richting mijn collega van GroenLinks. Dat hij zegt, we moeten in kwalitatieve zin een slag maken. Maar wat ik dan niet begrijp van GroenLinks is dat ze zeggen, kwalitatief is het al op orde op regionaal niveau. Kijk, dat kan niet. Je kan niet zeggen, het is regionaal al helemaal tiptop geregeld en tegelijkertijd zeggen dat er nog kwalitatief een slag gemaakt moet worden. Het is kwalitatief op dit moment niet helemaal wat het moet zijn. GroenLinks. Ja, terugkomend op uw vraag, je zegt, is er voldoende zorg? Nee, ik denk niet dat er voldoende zorg is, maar dan kom ik toch terug op het kwalitatieve punt. Het hangt er vanaf, wat verwacht je uiteindelijk van de zorg? Als zij afgepast een paar minuten krijgen om iemand te verzorgen en ze moeten door naar de volgende, dan zou je kunnen stellen van, dan hebben we voldoende handjes aan het bed. Alleen, wij gaan voor kwaliteit. Dus zeggen wij van, nee, er is niet voldoende zorg. Kwalitatief moet er zeker een verbetering gemaakt worden. En ik heb gezegd dat wij voor de mensen die dat uit moeten zoeken, die daarover gaan, dat op regionaal gebied georiënteerd is. Mm-hmm. En dat daar de kwaliteit zeker aanwezig is om dit uit te voeren. Tot slot nog eventjes voor alle drie. Even terug naar de stelling. Het was de vraag van wat kan de gemeente nou nog doen de komende tijd om het te verbeteren en om ervoor te zorgen dat die mensen, die oudere mensen die allemaal in hun huis willen blijven wonen, om die te helpen. PvdA. Maar in ieder geval de toegang naar zorg en welzijn, beter organisatie. We moeten wijkteams hebben die echt in die haarwijken van de wijk aanwezig zijn. Een beter signalerende rol hebben. Beter luisteren, beter eigenlijk kijken wat er gebeurt. En dan die samenwerking met bijvoorbeeld de huisartsen. Die ook aangegeven van, joh, ik wil eigenlijk ook ontlast worden, want er zit een patiënt in mijn wachtkamer. Daar kan ik niet zo mee. Er is geen medische oorzaak. Nou, als we die verbindingen, die structuren beter in de wijk organiseren, dan denk ik dat we een hele goede stap hebben gezet. Eens, GroenLinks? Ja, daar sluit ik me bij aan. En hoe dan? Hoe dan extra? Nou, we hebben hier in Papendrecht sterk Papendrecht. Ik denk dat die best al wel redelijk in de wijken zitten met hun haarvaten. Ook dat kan nog beter, want het is nog niet zo gek lang geleden opgezet. Wat GroenLinks betreft heb je natuurlijk ook het fenomeen dat mensen tijdelijk even niet alleen thuis kunnen wonen. Mm-hmm. Dus wij streven ernaar dat er een zorghotel zou moeten komen, zodat er ook voor tijdelijke huisvesting elders in ieder geval opvang geregeld is. En wij moeten ook accepteren, dat er ook maatwerk gewoon simpelweg nodig is. In het begin kost dat weliswaar geld, hè, als we het dan toch altijd over geld hebben, maar op de lange termijn dan ga je daaraan verdienen. Tot slot, onafhankelijk Papendrecht. Ja, ik kan het helemaal eens zijn met de stelling zoals mevrouw Yildiz-Kaar het zegt. Maatwerk, hè, heb ik ook naar voren gebracht. Punt is alleen,
Ik heb het gevoel dat wij allemaal wel heel erg van mening zijn dat we de zorg moeten leveren. En zorgen dat de zorg geleverd wordt aan de ouderen. Waar iedereen eigenlijk om vraagt. Waarvan iedereen ook van de bevolking zegt dat het moet er zijn. Alleen moet ook eerlijk zijn dat we daar nog wel een slag met elkaar in moeten maken. En het punt is, wij weten toevallig allemaal hier achter de tafel wat sterk Papendrecht betekent. Maar vraag het iemand willekeurig in een andere gemeente en die heeft geen flauw benul dat het iets met gezondheidscentrum te maken heeft. Dus we moeten ook gewoon weer een beetje dat newspeak eraf halen. Gewoon zeggen, wat is het? Hè? En die slag moeten we toch weer gaan maken. In het nieuwe college denk ik, een gezondheidscentrum is een gezondheidscentrum. Is niet sterk, Papendrecht. Het is wel sterk, maar het is een gezondheidscentrum. Noem de dingen zoals ze zijn. Dan is het ook herkenbaar voor mensen in het dorp van waar moet ik zijn? Ja, bij het gezondheidscentrum. Dus wees eenduidig in je communicatie, lever zoveel mogelijk maatwerk en wees in regionaal verband scherp op de belangen van de inwoners van Papendrecht. Dank u wel. Nou, we moeten ophouden om in loketten te denken. We moeten de wijken in, bij de mensen thuis. Daar is hulp en ondersteuning nodig. En daar wordt ook de oplossing ter plekke aangeboden. We gaan het hierbij laten. Dank u wel voor dit debat over de zorg, de ouderenzorg. We gaan zo weer even een korte break houden van een minuut of 15. Maar voordat we dat doen, de overige lijsttrekkers hebben natuurlijk ook een mening over de ouderenzorg in Papendrecht. Solidariteit en zorg voor elkaar zijn partijbeginselen van het CDA. Professionele organisaties moeten daarom beter gaan samenwerken. Maar mantelzorgers en vrijwilligers verdienen ook meer ondersteuning. Ook mensen die in de bijstand zitten, moeten we meer naar werk begeleiden. En tenslotte, de eenzaamheid, die moeten we samen ook gaan bestrijden door meer te zorgen voor ontmoeting en meer gezelligheid te vinden met elkaar. De ChristenUnie Papendrecht is een sociale partij. Dat blijkt wel uit het ondertekenen van het actieplan Waardig Ouder Worden. Als ChristenUnie willen we ons inzetten voor onze senioren, zodat ze beter mee kunnen doen in de samenleving. Maar ook kinderen moeten mee kunnen doen. Kinderen van minima of in gezinnen die onder de armoedegrens leven. Wij willen pleiten voor extra geld voor deze kinderen. Zodat ze mee kunnen doen aan zwemles of sporten of andere lessen. En dat is belangrijk, omdat als je kinderen helpt, dan help je ook de gezinnen. Het echte probleem in de zorg in onze regio en in Papendrecht is dat er geen personeel meer is. Dat is een echt groot probleem. Geen mensen om voor onze ouderen te zorgen. Daarom moet er beter onderwijs komen. We moeten ook zorgen dat we mensen hier houden. Op elk niveau moet dat verbeteren en samenwerking tussen organisaties, gemeenten en instellingen. En een hbo-verpleegkunde in de regio. Mooi als ouderen langer thuis kunnen blijven wonen, ook in hun eigen vertrouwde omgeving. Zelfredzaamheid van ouderen is echter ook een opdracht voor de gemeente zelf. En als het dan onverhoopt niet mocht lukken dat mensen niet thuis kunnen blijven wonen, moet er natuurlijk voldoende alternatief zijn. Overigens ook voor de sociale wijkteams en voor de andere wijkteams is het wel nodig dat ze de zorg heel dicht bij de burger voor elkaar krijgen. Ook voor de jeugdzorg. Dat kunnen we makkelijk zelf, daar hebben we echt niet de hele dure zorgmanagers in de regio voor nodig. De SGP waardeert de wijsheid van de grijsheid. Het is al langer beleid dat de overheid, de landelijke overheid, stimuleert dat ouderen langer thuis blijven wonen. En wij als lokale overheid willen stimuleren dat ouderen betrokken blijven bij onze gemeente. In kerken, in verenigingen en natuurlijk in vrijwilligerswerk. Mooi toch dat deze ouderen zich in willen zetten voor onze gemeente. Wel vinden we het belangrijk dat als ze zorg nodig hebben, dat die goed is en blijft. Niemand mag tussen wal en schip vallen. Dat geldt voor jong en oud. Het lang op thuis blijven wonen door ouderen, daar zien wij een mooie taak voor de gemeente. Mensen willen liever lang thuis blijven wonen in de plek die ze vertrouwd zijn en waar ze zich prettig voelen. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn daar heel hard nodig. En om die mensen te kunnen ondersteunen zien wij een taak voor de gemeente. Zij moeten het mogelijk kunnen maken dat die mantelzorgers en die vrijwilligers hun werk kunnen blijven doen door ze te ondersteunen op allerlei gebieden. Welkom terug bij het grote verkiezingsdebat van de gemeente Papendrecht. We debatteren deze avond over prangende kwesties in de gemeente. En we zijn aanbeland bij het thema economie. En gelijk gaan we het hebben over een behoorlijk heikel punt waar de meningen over verdeeld zijn hier in Papendrecht. Steeds vaker zijn winkels open op zondag. Is dit aan de winkelier zelf om voortaan te bepalen? Of moet de gemeente hier invloed op houden? En hoe zit het eigenlijk met de zondagsrust?
De stelling waar we het over gaan hebben luidt als volgt. Winkels mogen voortaan zelf bepalen of ze op zondag open mogen gaan. De volgende partijen staan achter de desk om hierover te debatteren. Dat is Arjan Kosten van de SGP. Arno Jans is weer terug van Papendrechtse Algemeen Belang. Ik zeg het goed. En Treintje van S van D66. Eerst maar even een klein rondje. SGP. Het zal u niet verbazen, maar wij zijn er niet voor. We geloven dat de zondag een geschenk is van God om te rusten en te ontspannen. En wij denken dat de rust zo'n schaars goed is dat het voor iedereen goed is in deze samenleving. PHB, Arjan Jansen. Ja, eens en eens met een komma. Zo zijn wij, zo staan wij ten opzichte van die stelling. Het gaat erom of de mensen zelf mogen besluiten, de winkeliers zelf mogen besluiten of ze open zijn überhaupt. Dat is het eerste deel van de stelling. Het tweede deel is, gaan we ook voor meer koopzondagen? In die laatste zitten wij eens met een komma. Maar die leg ik zo meteen dan wel eens uit. Met een komma. Ja. Treintje van S, D66. Wij zijn het daarmee eens. Wij vinden dat het een keuzevrijheid moet zijn van de winkelier. En natuurlijk ook van de klant die daar al dan niet wil komen. En hoeveel winkels dat dan willen, dat is helemaal aan hen. Ja, we vroegen het ook aan de inwoners van Papendrecht. Willen zij gewoon voortaan elke zondag naar de bouwmarkt of de supermarkt? Laten we even kijken. Ja, waarom niet? Ik vind het raar als het de ene zondag wel mag, de eerste van de maand en de derde. Ja, en de andere dagen niet. Dus waarom zou je niet gewoon alle dagen de winkels open doen? Zeker de supermarkten. Voor mij hoeft dat niet. Nee. Ik vind dat gewoon een beetje zielig voor die supermarkten die open zijn. Ben ik het ook mee eens? Ja. Ondernemer bepaalt dat zelf. Ja. Als hij niet wil, sluit hij zijn zaak. Ondernemers mogen dat zelf bepalen. Ja. Dat moeten ze zelf weten, ja. Ja, vind ik wel. Dat is dat zelf verantwoordelijk ervoor zijn. Nou, ik vind het niet meer van deze tijd om... Ik snap dat het personeel er niet blij mee is. Ik vind wel dat het personeel goed betaald moet worden. In zekere zin ja. Ja, maar... Want dat zou geen verplichting moeten worden. Dat bepaalt de winkelier zelf uiteindelijk. Ik ben daar helemaal tegen zondagsopenstelling. Ja, waarom? Omdat we ons gericht hebben naar Gods instelling en het is Godsdag. Dus daarom ben ik er echt helemaal op tegen. Ja, Arjan Kosten, SGP, u kunt het natuurlijk alleen maar eens zijn met deze laatste mevrouw. Ja, natuurlijk. Ja. Wij geloven inderdaad dat het een gave is van God. En we denken dat het ook goed is voor iedereen. Het is namelijk zo dat we het gekregen hebben om uit te rusten, om te ontspannen. En juist deze tijd, waarin we super gestrest zijn... Maar met overdruk hebben, is het tijd om rust te hebben. En wij denken dat je dat juist collectief moet regelen. Je hoort inderdaad in het filmpje heel veel mensen zeggen... ondernemers moeten het zelf bepalen. Ja. En tot op zekere hoogte klinkt dat heel sympathiek. Maar ergens komt de rekening te liggen. En wat wij denken dat die rekening bij de kleine winkeliers komt te liggen. Want van mogen wordt het moeten. D66. Nou, dat is natuurlijk niet waar. Kijk, wettelijk is dat ook geregeld. Hè? En de winkeliersvereniging heeft dat hier ook gezegd. Personen mogen niet gedwongen worden om te werken op zondag. En winkeliers mogen niet gedwongen worden om open te gaan. Ik vind het altijd een beetje vreemd als wordt gezegd van... ja, de rekening komt bij de kleine winkelier te liggen. Want op zich klinkt dat zo logisch. Hè? Want dan is die ene winkelier zondag open en de ander niet. Maar er zijn ook supermarkten en bouwmarkten... zijn bijna allemaal elke dag van 6 tot 8 open. Dan zijn die andere winkels ook niet open. Dan wordt er dus ook gewinkeld door andere mensen. Ik heb nog nooit iemand gehoord die zei... voortaan moeten alle winkels om 6 uur dicht. Nee, want anders is dat negatief voor de andere winkelier. Maar ik heb een interessanter punt hoor, als ik dat even mag doen. Want ik hoorde net mijn collega van PAB... die op de kieswijzer van het AD heeft ingevuld... dat hij het eens is met de stelling, opeens eens met een komma. En dat vind ik heel typerend. Maar ik zou willen vragen, is eens in de AD-kieswijzer... ook eens straks als wij het initiatiefvoorstel indienen... samen met de VVD over dit onderwerp... is het dan ook eens in de gemeenteraad? Of is het dan ook weer een komma? PHB. Ja, dus kan ik heel... Dat mag. Daar kan ik vrij makkelijk op antwoorden. Wij zijn het eens met die stelling, maar nogmaals, de stelling bevat twee momenten. Het ene moment is dat inderdaad de winkelier... Bent u het eens? Ik ga even, want nee, het nee, kan nee, heel nee. lang duren en dan zijn we door de tijd heen. Bent u het ermee eens dat zondag de winkels open mogen als winkeliers dat willen, elke zondag? Ah, maar dan komen we op een heel mooi punt, als winkeliers dat willen.
Het is namelijk zo dat we 2 jaar geleden... Wilt u het volledige openstellen, zodat zij het kunnen bepalen? Gaat u voorstemmen in de gemeenteraad? Laat ik het zo zeggen. Het is altijd heel fijn natuurlijk om even ook het antwoord te kunnen geven. Ga uw gang. Het is namelijk altijd wat genuanceerder. Het gaat erom dat wij vinden dat als de winkeliers dat ook in grote meerderheid willen... en ook de inwoners dit in grote meerderheid willen... dat we dat natuurlijk gaan doen. Maar de vraag is nu, en dat is een hele belangrijke vraag... willen de ondernemers dit en willen de inwoners dit? Nog maar 2 jaar geleden hebben wij een hele mooie peiling gehad... en daar bleek uit dat 6 op de 10 inwoners... die 2 koopzondagen die we nu hebben, dat die dat goed vonden. Dus een aantal gaat... wilden meer. Even PHB uitlaten. En een aantal wilden het absoluut niet. Maar bij de ondernemers zagen we iets heel raars. Daar zagen we 4 van de 10 ondernemers die dit wilden. We hebben dat ook gezien in de 2 koopzondagen die we nu hebben... dat heel veel winkeliers hun toko dicht houden. En wat ik wil voorkomen is dat we zeggen... we gaan open, 4 zondagen in de maand. En dan vervolgens gaan we, andere partijen hebben hier ook wel eens geluid van gemaakt... gaan we zien dat we daar misschien promotie over maken. Dan komen de mensen hier en die zien dat alles zo'n beetje dicht is. Dus u wilt de inwoners beschermen? Mensen beschermen? Ik wil in ieder geval voorkomen dat wij de promotie en de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum... Dat willen we toch graag, dat het allemaal aantrekkelijker wordt. Dat we voorkomen dat we op voorhand al zien dat dat gaat mislukken. Door de zondagsopenstelling open. SGP. Maar goed, ik denk dat het PHB toch hom of kuit moet geven. Dit is een flauw antwoord. Ja. Kijk, uw partij zegt altijd dat ze staat voor het dorpse karakter. Dat staat onze partij ook. En wij geloven dat een koopzondag daar niet bij past. Hoe legt u dat uit? Nogmaals, ik ben daar heel, heel eenvoudig in. Ik denk dat we de bewoners zelf en de inwoners, ondernemers moeten vragen wat zij nu willen. Maar wat is uw visie? Dit is statistiek. Wat is uw visie? Het paper is algemeen belang. Ik leg het nog een keer uit. Wij zijn voor het belang van de inwoners en voor het belang van de ondernemers van Papendrecht. Ja, wij ook. Wat wij maar willen... Kunt u, maar mag ik eventjes... Even, wat laten, wij laten, willen laten wij, is... Meneer, laten we, even teruggaan naar de, stelling. De stelling luidt, winkels mogen voortaan zelf bepalen of ze zondag open gaan. Winkeliers mogen dat voortaan zelf bepalen. Ja. Wat is daar uw antwoord op? Wij zeggen dan eens, maar alleen als de meerderheid ook van de ondernemers zegt dat ze dat willen. Maar er komt een alternatief voorstel. Wat gaat u stemmen dan? Wat gaat u stemmen? Eens? Oneens? In de raad. Wat ga ik stemmen? In de raad. Op dit moment zullen wij dat initiatiefvoorstel dan niet steunen. Want wat wij bepleiten... Wat wij bepleiten is dat we opnieuw teruggaan naar die inwoner en naar die ondernemer. Opnieuw een peiling houden. Wij zijn niet bang voor de mening van de ondernemer en van de inwoner. Wil ik iets op zeggen, wij zijn niet anti-referendum. Wij houden ervan om dat te peilen. Zeker nu we... We hebben toch heel wat bereikt inmiddels hier. We hebben een BIS gecreëerd. We hebben vrij parkeren gecreëerd. We willen het allemaal aantrekkelijker maken. Maar het kan niet zo zijn dat we de boel openzetten... en dan vervolgens zien dat hele project mislukt. Maar mevrouw Van Es. Nou, wat ik hier hoor... Ja, ik moet dan aan ex-premier Balkenende denken. U draait. U draait en u bent niet eerlijk. Want u wil wel de kiezers binnenharken door op een kieswijzer te zeggen... ik ben het eens. En mensen die dat invullen krijgen dus als stemadvies eventueel uw partij. En dan later zegt u nou, ik kijk nog wel. Dus eerst de liberale kiezer binnenhalen... en nu ook een beetje proberen de christelijke kiezer nog binnen te krijgen. Ik vind, kies voor die tijd. Want u zegt, ik wil eigenlijk een onderzoek, hè? Ik wil een peiling. Ja. Een peiling. Ja. Wat is er een grotere peiling dan verkiezingen? Ja. 10.000 mensen komen er dan. Maar, SGP. Nou ja, kijk, uw partij, meneer Jansen, staat open voor alle kiezers. U zegt, we zijn open voor gelovig en ongelovig. En dat klinkt heel sympathiek, maar het resultaat is dit. U kiest geen partij. Nee. Wat zegt u nu tegen de mensen die zeggen, wij willen geen koopzondag? Op het moment dat een meerderheid, en nogmaals een meerderheid van de ondernemers zegt, we willen open, dan zou dat kunnen. Maar het kan ook best zijn dat er uit zo'n peiling komt, dat men het niet op deze manier wil. Er zijn ook al andere alternatieven geopperd, namelijk dat we misschien niet 4 koopzondagen in de maand willen hebben... Maar dat we misschien wel de supermarkten en de bouwmarkten de gelegenheid willen geven om 4 dagen op te zijn. Weet u wat het is met peilingen? Kijk, we hebben toen na een jaar gezegd dat we koopzondag zouden evalueren. Dat is gebeurd. Grondig onderzocht. En vervolgens gaat iedere partij met de cijfers aan de haal. En dan komt het aan op visie. En wat is dan uw visie? Niet anders dan de mening, nogmaals, op dit moment van de ondernemers. We hebben heel veel ondernemers zien afhaken. Ze waren open, ze zijn weer teruggegaan. Wat heeft het voor zin om 4 koopzondagen te hebben hier... Misschien is dat heel fijn voor de supermarkten en bouwmarkten, maar het kan best zijn dat we 1 hele mooie koopzondag over willen houden in de maand. Mevrouw Van Es. Ik leg dat graag voor aan de inwoner en de ondernemer.
Dat is een handreiking die ik wil maken aan SGP. Mevrouw Van Es, u had gerekend op een meerderheid, hè, om dat initiatiefwetsvoorstel in te gaan. Nou ja, ik ben toch uitgegaan van zeg maar eerlijke mensen. Ik heb van OP al gelezen op Facebook, die vonden ook 2 zondagen moeten we houden. Dus dat is 1 lokale partij die draait. En nu hebben we de 2e lokale partij die draait. Zo kunnen we want er door. Komt een verkiezing aan. En een verkiezing is het moment waarop mensen kunnen kiezen. En nu zegt eigenlijk PHB tegen mijn kiezers, zeg maar tegen mijn achterban, tegen liberale mensen, zegt stem op mij, maar het kan ook zijn dat we het dicht doen. En tegen de SGP, stem op mij, hè, de christelijke kiezer, zegt de PHB ook, stem op mij, maar het kan ook zijn dat het allemaal open gaat. En dat vind ik niet eerlijk naar de kiezer. Is het wel eerlijk om wel even uit te zoeken wat de lokale ondernemer ervan vindt, die misschien een eenmanszaak heeft en dan 7 dagen per week open moet? Nou, die moet niet 7 dagen per week open. Het mag en het moet nooit. En wat ik al eerder zei, er zijn ook alle supermarkten zijn tot 8 uur 's avonds open door de week. En die eenmanszaak is ook maar tot 6 uur open. En om aan alle lokale ondernemers te vragen, wat vindt u? Dat is een hele rare stelling. Want die gaan dan meebeslissen over die ander die open zou gaan. Laat het gewoon vrij. Het is er tijd voor. Ja, maar u wilde dat gaan indienen. U wilde het gaan regelen. Dat gaat nou niet meer lukken. Ja, ik ga het wel indienen. Want ik wil wel dat de Papendrechtse kiezer, als zij nu nog op het PHB stemmen, ja, dan zijn ze gewaarschuwd. Maar ik wil gewoon dat aan het licht komt wie wat denkt en hoe wordt gehandeld. En je kunt niet zeggen, we laten 10.000 mensen kiezen. En dat is als 50% komt opdagen maar. Hè. En dan gaan we daarna, dat doen we niet aan, dat is dan nog allemaal in het midden. En dan gaan we daarna met, ja, wat, 100 mensen praten en die beslissen dan. Niet eerlijk. Het laatste woord is waar ik ook mee begon aan de SGP. Ja, als u dit allemaal hoort, u bent eigenlijk heel duidelijk. We moeten er gewoon helemaal niet meer aan beginnen. Of we moeten het mee stoppen. Ja, zeker. Maar ten meer omdat de koopzondag die er nu is, die is geen succes. Nee. Er zijn een aantal zaken begonnen in 2014 en gaandeweg zijn er steeds meer dichtgegaan. Ja. En dan denken wij, dit voorstel staat er haaks op. Stoppen ermee. Nou, voor ons is het zo dat het een succes is als er 1 open is. Als er 0 open zijn, als er 80 open zijn. Het is gewoon vraag en aanbod. Als er keuzevrijheid is, dan is er een succes. En hier gaan we het mee laten. Dank u wel voor dit levendige debat. Dat was al een beetje voorspeld en dat is ook wel redelijk uitgekomen. Voordat we naar het laatste thema gaan, blijft u nog heel even staan. Voordat we naar het laatste thema gaan, natuurlijk ook de overige partijen. Wat vinden die van die koopzondag? Het CDA wil in Papendrecht samen met de eigenaren van het winkelcentrum, maar ook met alle ondernemers, zorgen voor een bruisend en kloppend hart. Leegstand moeten we tegengaan, maar ook zorgen voor meer gratis parkeren. En meer evenementen in het centrum. En gelijke openings- en sluitingstijden. Dat is van belang. En we kunnen Papendrecht mooier maken, beter op de kaart zetten. En daarom wil het CDA ook een eigen festival ontwikkelen. De koopzondag. De ChristenUnie is niet voor de koopzondag. Wij willen deze graag afschaffen. Er is een vergissing gemaakt door de koopzondagen in te stellen in Papendrecht. Dat blijkt wel uit het aantal ondernemers dat open is. Dat is namelijk heel weinig. En ook de bezoekersaantallen zijn erg laag. En deze vergissing kunnen we goed maken door de koopzondagen af te schaffen en zondag weer als rustdag te gaan zien. GroenLinks is van mening dat de winkelier ook een dag rust in de week verdient. Dan hebben we het namelijk hier over economisme. We gaan maar door. Geld lijkt belangrijker te zijn dan gezondheid. GroenLinks vindt van niet. 1 dag in de week rust moet kunnen. Dus de winkels op zondag dicht. Dat mag best, dat is geen enkel probleem. Economie is natuurlijk heel belangrijk voor onze werkgelegenheid, voor onze voorzieningen, voor het algemene welvaarsniveau. Maar het hoeft niet te betekenen dat we 4 koopzondagen hebben. Met die 2 koopzondagen die we nu hebben, zijn wij als onafhankelijk Papendrecht dik tevreden. Voor Partij van de Arbeid is keuzevrijheid heel belangrijk, zowel bij de winkeliers als bij de inwoners. Daarom vinden wij dat de gemeente die keuzevrijheid moet bieden, zo maximaal mogelijk. En de gedane keuzes over die invulling van die vrijheid, die moeten wij respecteren. Dat laten we aan hen over. De zondagopenstelling is voor de VVD geen stelling, maar een overtuiging. De winkeliers moeten, de ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. En niet gebonden zijn aan ouderwetse regels. En daarbij is het voor veel duidelijker voor de inwoners van Papendrecht dat ze weten dat de winkels open zijn. En dat ze niet moeten puzzelen of de winkels nou wel of niet open zijn. En daarbij het voorrang geven aan eigen ondernemers is voor ons ook prettig. Maar besef dan wel dat de omliggende gemeente dat ook kunnen gaan doen. En dat daarom onze ondernemers ook in de omliggende gemeente geen werk zouden kunnen krijgen. En dat kan niet de bedoeling zijn. En tot zover de koopzondag. We zijn aangekomen bij het laatste thema alweer van deze avond.
En dat gaat over het onderwijs hier en dan vooral het middelbaar onderwijs hier in Papendrecht. Er zijn twee middelbare scholen in de gemeente Papendrecht, de Lage Waard en het Willem de Zwijger College. En beide scholen hebben aangegeven behoefte te hebben aan nieuwe voorzieningen en nieuwe gebouwen. En dat is een behoorlijke investering voor de gemeente. We gaan het over hebben aan de hand van de volgende stelling. Er moet voor de beide voortgezet onderwijsscholen één locatie met gezamenlijke voorzieningen komen. Er is al heel veel over gesproken en we gaan het er vanavond ook weer over hebben. Met de PvdA, Derya Yildiz Karzo is weer, staat er tegenover mij. Egbert Lichtenberg van het CDA. En Treintje van S blijven staan van D66. Laten we bij mevrouw van S beginnen. Eens of oneens? Eens. Ja, en waarom? Ik ben het ermee eens omdat dat efficiëntievoordelen kan geven. Er kunnen gebouwen gedeeld worden. Het betekent overigens niet een fusie of zo. Hè. Het is eigen identiteit, aparte scholen. Met verschillende kleine gebouwen, dus niet grote kolossale gebouwen, maar wel op binnen één gebied. Een soort campus. Ja, een soort campus. Daar heeft de scholen destijds in 2014 of zelf om gevraagd. Ze noemden dat scholendorp. Okay. Ja. CDA. Oneens, om een aantal redenen. Ten eerste, nieuwbouw van twee scholen voor voortgezet onderwijs. Dat gaat de gemeente 50 tot 60 miljoen euro kosten. Dat hebben we niet en dat kunnen we ook niet lenen. En de belangrijkste reden is, op één locatie elke dag 3000 leerlingen in Papendrecht samenbrengen. Dat is iets wat je de leerlingen, maar ook Papendrecht niet moet willen aandoen. Mevrouw Yildiz Karzo, PvdA. Oneens, omdat het niet afhankelijk is van alleen een locatie. Wat voor ons wel belangrijk is, dat er samengewerkt wordt. Namelijk op kostbare afdelingen, zoals techniek of muziek of bewegingsonderwijs. Dus dat is bepalend, dat is het doel. We gaan er zo over doorpraten. Maar eerst voor de allerlaatste keer gaan we weer de straat op. Hier eigenlijk achter de afgelopen dagen heeft RTV Papendrecht straatinterviews gehouden. Voor de laatste keer over dit thema. Er zijn voordelen voor centralisatie. Dat alles bij elkaar zit, dat alle kinderen bij elkaar zijn. Maar Papendrecht is best groot geworden. Twee locaties van scholen zou voor mij ook een voorkeur geven. Dat ze dan samen gaan of één plek hebben. Ja, ik denk niet dat dat slecht is. Nee, dat vind ik niet, want dan gaan ze uit elkaar halen en de ouders moeten dan van de ene locatie de kinderen naar de andere locatie brengen. Nee. Dus dat is geen optie. Ik denk dat dat een heel goed plan is om alles te concentreren op één gebied, zodat je alle talenten, alle financiën, alle voorzieningen gezamenlijk kunt inrichten. En ik denk dat je samen meer kan dan alleen. Ik vind dat, nee, dat moeten ze niet doen. Want er zijn nu al tekorten aan leraren die dus die mensen gaan begeleiden in een leerproces. En als ze dan alles bij elkaar gaan douwen, ja, dan wordt het helemaal een puinhoop. Mevrouw van SD66, ja. Het wordt één grote puinhoop als je die twee scholen samen op één locatie brengt. Ja. Kijk, één locatie, dat klinkt misschien als een heel klein overzichtelijk gebiedje. Maar waar wij aan denken, wat ook uit onderzoek is gebleken, waar het draagvlak voor zou zijn, dat is het hier tussen het Vondelpark, eigenlijk van de Palmpad, zonder het park, zeg ik er even gelijk bij, tot aan de Douwersdekkerlaan. Dat is eigenlijk voorbij dan de twee basisscholen, de Viermaster en de Beatrix, en dan nog het hele terrein waar de sauna staat, voor mensen die dat weten. Dan zou er heel veel moeten verdwijnen en heel veel moeten veranderen. Maar wat je dan kan doen is samenwerkingsverbanden tussen de scholen, maar ook met het bedrijfsleven, waardoor je bijvoorbeeld een techniekhuis kunt maken. Je kunt ook beter onderwijs aanbieden, want dat is onze eerste opzet. De kwaliteit van het onderwijs zou moeten verbeteren en goed moeten zijn in de toekomst. En het aanbod moet groot genoeg zijn. Je ziet bijvoorbeeld nu dat het gymnasium op de Willem de Zwijger zo klein is dat het daardoor heel kwetsbaar wordt. Als je op bepaalde terreinen samenwerkt, kun je meer aanbieden. En we willen eigenlijk ook dan graag de eerste twee jaar MBO daarbij. Ja, meneer Lichtenberg, dat klinkt toch best goed? Ja, op heel veel punten ben ik het ook wel eens met mevrouw van S. Als het gaat over samenwerken en synergie zoeken, daar is niemand ook tegen, ook wij niet. Maar wij hebben als CDA op dit onderwerp echt geïnvesteerd in kennis. We hebben met beide schoolbesturen gesproken, met de beide directies gesproken, maar ook met deskundigen in het veld. En dan moet je ook constateren dat in dit land het ook een groot goed is dat mensen een keuze hebben van onderwijs. De vrijheid van onderwijs, niet alleen naar denominatie, om het maar zo te zeggen, maar ook naar onderwijsvorm is een groot goed. Nou hebben wij twee fantastische middelbare scholen in Papendrecht, met de Lage Waard en de Willem de Zwijger,
Maar die zijn dus wel verschillend, ook qua onderwijsvorm. En die verschillen moeten blijven, hoor. Wat ons en dat wil men ook behouden. En dat is ook zo. En waar men dan in kan samenwerken is op het gebied van administratie en wat onderwijsvormen als op het gebied van techniek. Of een gezamenlijke aula, bijvoorbeeld? Als je dat soort dingen zou willen doen, dan zou je moeten kijken. We hebben één theater, De Willem, daar kan men gezamenlijk gebruik van maken. Maar als je één megaschool gaat bouwen, waar 3000 leerlingen op elke dag samen gaan komen, dan ben je in Papendrecht een school aan het bouwen die niet meer bij Papendrecht hoort. De scholen die kennen nu de leerlingen. En dat gaat bij zo'n megaschool van 3000 leerlingen niet meer plaatsvinden. Dus dat past niet bij ons. En we kunnen het gewoon niet Ik moet betalen. Heel even afstand PvdA. Nemen nee, van het nee, feit nee, dat... Nee, PvdA. Het stoort mij, want het lijkt net alsof ik in gesprek ben met projectontwikkelaars. Waar komt de aula te staan? Waar komt de wc staan? Waar komt de kamer van de directeur te staan? Dat interesseert ons niet, want wij gaan ook niet over de inhoud. Maar we gaan wel over de huisvesting. Dat betekent dat wij moeten kijken van wat hebben we eigenlijk op dit moment gerealiseerd. We hebben hele goede scholen. We hebben een hele belangrijke regiofunctie. De helft van de aanmeldingen komt van buiten Papendrecht. We moeten dus de vraag stellen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij die functie, die regiofunctie, die sterke scholen kunnen vasthouden, kunnen verbeteren. Daar moet de vraag over gaan. En dan kunnen we kijken van nou, en wat is er daarvoor nodig? En ik vind het heel belangrijk, en dat stoort me nog het meest, dat er op dit moment nog geen ontwikkelplan is voor de huisvesting van beide scholen. En inderdaad, ik denk dat het prima is dat de scholen hun eigen identiteit behouden. Want dat is ook een soort keuzevrijheid die je moet kunnen bieden. Ook voor je eigen inwoners. U wou nog wat zeggen? Ja, ik vind het zo jammer dat het beeld wordt geschapen dat als er samengewerkt wordt binnen een bepaald gebied, dat dat een megaschool wordt. Er zijn nu in feite twee megascholen, twee megagebouwen. En je ziet met afnemende leerlingaantallen dat als je kleine units zou hebben en er wordt samengewerkt, dat is niet hetzelfde als fuseren, want daar zijn we echt op tegen. Wij willen keuzevrijheid houden. Dan kun je, als het aantal leerlingen verder afneemt dan je nu kan inschatten, een gebouw afstoten. En dat is heel belangrijk financieel, want wij gaan sowieso geen enkele keuze maken in dit dossier, wat de gemeente Papendrecht op de lange termijn financieel in de problemen helpt. Want ik hoor net van uw collega dat het 50 tot 60 miljoen gaat kosten. Waar haalt u dat geld vandaan? Dat is inderdaad een inschatting. Maar daarmee suggereert hij eigenlijk van als we nou zorgen dat het niet op één gebied komt en dat we een soort renovatie doen, dan gaat het veel minder kosten. En dat is zeer de vraag, want dat is juist het probleem. Je kunt geen efficiëntievoordelen hebben door dingen die je deelt dan. Maar goed, ik ben het wel met mevrouw Carso eens. Dat is wel, het is heel erg over de gebouwen nu. En eigenlijk is bij ons de onderwijsvisie. Wat wil je nou met je onderwijs? En hoe kan je goed kwalitatief onderwijs, waarbij verschillende onderwijsvormen naast elkaar worden gegeven, de ouders kunnen kiezen, hoe kun je dat realiseren? CDA. Ja, precies. De verschillende onderwijsvormen en de visies van de scholen, daar gaat het om. En als je dan met beide scholen praat, dan kom je er ook achter dat beide scholen dit samen niet willen. In 2014 wel. Toen is er met één iemand van de school gesproken. Maar als je met het volledige schoolbestuur spreekt, en wij hebben als CDA met beide schoolbesturen en met beide directies gesproken, dan is er op dit moment geen draagvlak voor een plan om tot één grote school in Papendrecht te komen. En wat willen ze wel? De beide scholen willen vanuit hun eigen onderwijsvisie allebei een nieuw gebouw. Allebei investeren in onderwijs en ook allebei wel investeren in de onderwijshuisvesting. Maar die behoefte is bij beide scholen verschillend. En ik ben blij dat ook beide schoolbesturen niet zomaar aan kapitaalvernietiging willen doen. Want dat zou het plan van één nieuwe school ook met zich meebrengen. Dat betekent dat we eigenlijk dit proces, en dat hebben we als CDA eerder voor gepleit, met beide schoolbesturen gewoon opnieuw moeten beginnen, in gesprek moeten gaan wat hun wensen en hun visies zijn en kijken hoe we daar in de Papendrechtse maat en schaal in kunnen gaan investeren. Want dat er moet geïnvesteerd worden in de onderwijshuisvesting, zeker bij het Willem de Zwijger College, daar is iedereen het over eens. PvdA. Ik had het net over dat het leek alsof ik met projectontwikkelaars in gesprek ben. En ik wil eigenlijk nu al daaraan toevoegen dat het lijkt alsof ik alleen maar met schoolbestuur in gesprek ben. Nee, het gaat eventjes hier om het onderwijs voor onze leerkrachten en voor onze leerlingen. Maar er ligt natuurlijk wel een behoefte bij beide scholen. Absoluut. Dat betekent dat we het ook vanuit hun moeten gaan bekijken. En we moeten ook accepteren dat onderwijs verandert. Ja, de leerlingenprognoses laten zien dat wij wellicht minder vierkante meters nodig hebben. Maar we krijgen ook een andersoortige aanbod daarvoor in de plaats. Er is veel meer behoefte aan toch vierkante meters om gesprekken te voeren, om coachingsgesprekken te voeren met leerlingen. Dat betekent toch ook een andersoortige gebouw, met misschien nog steeds hetzelfde aantal vierkante meters.
Hier komen we niet uit. Hoe ziet u het voor zich? Want u wordt hier natuurlijk al, u heeft het over een rapport van 2014 of gesprekken. We zitten nu in 2018. Ja, dat de heer Lichtenberg zei dat is één iemand geweest. Maar dat was wel de directeur van die school, hè, die hier kwam inspreken. En waar ook, kunnen mensen trouwens nazoeken, 4 september 2014, de commissie Samenleving. Dat verslag zit er van hem bij en in die randvoorden staat dat. Dus er is wel wat vertrouwen beschaamd daardoor. Hè? Want er is, ja, zijn jaren verloren met die gesprekken. En om die gesprekken allemaal weer overnieuw te doen. Ja, dat zien wij niet echt als een optie. Ik denk, omdat de problemen bij de Willem op dit moment het grootste zijn, dat onze voorkeuren naar uit zou gaan. Wat je overigens wel moet bespreken, ook dan met de lage waard. Hè, van hoe staat u er tegenover? Als wij het gefaseerd gaan doen, we gaan eerst met de Willem praten en kijken wat wij daarvoor kunnen doen. Dus die samensmelting? Nou ja, misschien op termijn. Hè, dat je kan kijken of je kan beginnen met één school, maar mogelijk binnen een gezamenlijk concept. Dat gesprek zou ik eventueel willen, maar helemaal overnieuw beginnen. Ik zou niet weten waarom je dat zou doen. Want garandeert dat het niet weer verandert over 4 jaar? Kort nog even CDA en tot slot PvdA. Nou, ik ben in ieder geval blij met de laatste reactie van mevrouw Van Nest, dat ze niet in het verleden wil blijven hangen in wat er in 2014 is gezegd. En dat ze ook met de schoolbesturen wil gaan praten over wat hun wensen zijn. En dat het haar voorkeur is om eerst met de Willem Zwijger College aan de slag te gaan, dat snap ik wel. En tegelijkertijd hebben we ook met de lage waard ook gesprekken te voeren over wat hun behoeften zijn. Tot slot, PvdA. Nou, we moeten niet alleen maar wachten op initiatieven van schoolbesturen, zodat ze een keer op één lijn komen. Wij moeten daar gewoon de verantwoordelijkheid in nemen. Ja. En eigenlijk niet de problemen vooruit gaan schuiven. Dus gewoon de beide scholen tegelijkertijd aan tafel. En we hebben een gezamenlijke doel. Oké. Doorpakken. Ja, maar dat is al hier laten we het bij. Einde van dit debat. Tot slot nog even uw collega's, want die hebben hier ook wat over te zeggen. De ChristenUnie Papendrecht is blij met de kwaliteit van het onderwijs in Papendrecht. We hebben goede basisscholen en goed voortgezet onderwijs. Wij hechten aan een goede identiteit, een eigen identiteit van de scholen. En daarom pleiten we ervoor om niet op de stoelen van de bestuurders te gaan zitten en te denken dat we het beter weten. Laten we luisteren naar de deskundigen en zorgen dat we ook hen goed ondersteunen. Dus wij zijn niet voor één groot scholendorp op één locatie voor het voortgezet onderwijs. Maar laten we kijken wat de scholen willen en hun visies volgen. Voor wat betreft thema onderwijs is GroenLinks heel duidelijk. Onderwijs is heel belangrijk. Er moet passend onderwijs zijn. En dat onderwijs moet niet passend gemaakt worden naar het kind, maar het kind moet passend onderwijs krijgen. Daar past vanzelfsprekend goede huisvesting bij. De huisvesting in Papendrecht voor voortgezet onderwijs is 40 jaar oud. Dat moet of vreselijk gerenoveerd worden en het onderhoud kost op dit moment te veel geld. Wij gaan dus voor nieuwe huisvesting voor voortgezet onderwijs en wat ons betreft mag dat op een gezamenlijke locatie, want dat biedt alleen maar heel veel voordelen. Voor Papendrecht is onderwijs heel belangrijk. Niet alleen omdat het een onderwijsgemeente is, maar ook omdat we heel veel scholieren hebben die naar Papendrecht komen om onderwijs te genieten. Voor wat betreft het middelbaar onderwijs vinden we het van belang dat de locaties van goede kwaliteit zijn. En daarom zijn wij voor nieuwbouw van Lage Waard en de Willem. PAB vindt dat er beter moet worden samengewerkt tussen de Lage Waard en Willem de Zwijger. Dat betekent ook meer gezamenlijke voorzieningen. Want iedereen is natuurlijk voor meer en beter onderwijs en vooral voor lagere kosten daarbij. En ieder moet natuurlijk wel het eigen identiteit behouden. Maar het is wel tijd om door te pakken. Dit dossier ligt al 4 jaar, het is bijna een stopend worden. Het is wel van belang dat we daar nu in doorpakken, echt met bestuurskracht, want het is een kwestie van gewoon doen. Met onderwijs bouw je aan de toekomst, maar bouw je ook aan de toekomst wanneer je 2 VO-scholen op 1 locatie plaatst. Dat is voor SGP Papendrecht echt de vraag. Wij vinden dat scholen zelf moeten bepalen wat ze willen. Tegelijkertijd zien we dat beide scholen een eigen doelgroep hebben. Daarom vinden we het belangrijk dat ze hun eigen identiteit scherp neerzetten. En de gemeente, die moet meedenken. Want er moet wel wat gebeuren. Niet bouwen of verbouwen betekent geen toekomst. De VVD is erg blij met het nieuwe scholenconcept en het werken naar het nieuwe leren. Daarbij is natuurlijk een plan gemaakt met 2 scholen om samen te kunnen werken. En de synergie is ook erg belangrijk. Maar als die synergie niet gehaald kan worden door bijvoorbeeld alleen maar het sportveld te delen, dan zien we daar geen heil in. En dan kunnen we wat ons betreft gewoon beter 2 scholen blijven. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van Papendrecht Kies, het grote verkiezingsdebat hier in de raadzaal van de gemeente Papendrecht. Ik wil alle lijsttrekkers enorm bedanken. Geef ze even een applaus.
Ja, en natuurlijk wens ik jullie nog heel veel succes de laatste dagen van de campagne. Ik hoorde al wat mensen klagen dat ze een beetje op hun tandvlees beginnen te lopen. Woensdag is het zover en daarna ja, weer een belangrijke periode, want wie gaat met wie? Dat is hier in Papendrecht, was 4 jaar geleden heel bijzonder en we gaan kijken hoe dat deze keer zal gaan. Ik hoop dat we door dit debat het stemmen voor u thuis iets makkelijker hebben gemaakt. En dat u meer te weten bent gekomen over de standpunten van de 9 partijen die er vanavond aan mee hebben gedaan. Maar wat het ook wordt, ga in ieder geval stemmen aanstaande woensdag. Voor nu bedankt voor het kijken. Mensen hier in de zaal, ontzettend bedankt dat u hier was. En nog een hele fijne avond.